Onze vergadering is geopend. Zijn afwezig meneer Wilmots, meneer Scheffer, meneer Nieuwegeers, meneer Van den Brand en meneer Mouw. Mededeling. De Senaat heeft met groot leedwezen kennis gekregen van het overlijden van de heer Prosper Matthijs, gewezen senator voor het arrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas. Uw voorzitter geeft het rouwbeklaag van de vergadering aan de familie van onze betreurd gewezen medelid betuigd. Par lettre du 10, 12, 15 en 18 mei, messieurs Didier d'Outremont, bourgmestre de Timistère, Freddy Tillemans, bourgmestre de Bruxelles, monsieur Linkens, bourgmestre de Plombières et monsieur Jean-Paul Val, bourgmestre de Jodogne, ont transmis au Sénat 4 motions relatives aux droits de l'homme en Birmanie. L'envoi a été fait à la aux deux commissions compétentes. Par lettre du 22 mai, monsieur Parmentier, bourgmestre de Wans, a transmis au Sénat une pétition contre les antennes 3G. Envoi à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives. In overweging neming van voorstellen. Aan de orde is de bespreking over in overweging neming van voorstellen. U hebt de lijst van de verschillende in overweging te nemen voorstellen ontvangen, met de opgave van de commissies waarnaar voorgesteld wordt ze te verwijzen. Ik verzoek de leden die opmerkingen mochten willen maken, mij daarvan voor het einde van de vergadering kennis te geven. We nemen nu de mondelinge vragen. Le ministre Dupont, ja. We nemen dus de vraag van meneer Wille aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de opvolging van de aanbevelingen van het Echelon-rapport. U heeft het woord, meneer Wille. Dank u, mevrouw de voorzitter. Enige weken geleden is een colloquium doorgegaan over de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel in ons land. En daar werd onder meer besproken de noodzaak om zowel voor de bedrijven, maar ook voor de onderzoeksinstituten enige bescherming te bieden. En ook het echelonsysteem kwam daar ter sprake. Nu, in februari 2002 is door ons begeleidingscommissie van het comité I een stuk geproduceerd, verslag over het eventueel bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties. En daarin waren 9 concrete aanbevelingen gedaan. Mijn vraag is als volgt. We zijn nu 4 jaar later. Heeft de overheid na de publicatie van dat rapport van deze aanbevelingen werk gemaakt? Zo ja. Welke van die 9 zijn opgevolgd? En indien het niet het geval zou zijn, heeft de minister plannen om alsnog de aanbevelingen te laten uitvoeren? En binnen welk tijdsbestek is er hoop op redding? Dank u, meneer Wille. Meneer de minister, u heeft het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Hier dus het antwoord van de vice-premier-minister en minister van Justitie. Deze aanbevelingen werden door de Verenigde Commissies geformuleerd op 25 februari 2002, tijdens een periode toen mevrouw Onkelings dus nog geen minister van Justitie was. Ik kan dus niet concreet mededelen, schrijft ze, welke bepalingen mijn voorganger nam om te antwoorden op de 9 aanbevelingen die door de parlementaire opvolgingscommissies werden geformuleerd. Ik zal mijn antwoord derhalve beperken tot de maatregelen die ik voor mijn rekening nam, sedert ik in juli 2003 in functie trad en meer in het bijzonder in mijn hoedanigheid als voogdijminister van de Veiligheid van de Staat. Op Europees vlak heb ik allereerst besloten een duidelijk standpunt te verdedigen over de oprichting van een echte Europese inlichtingengemeenschap. Ik heb meerdere malen het idee gesteund volgens het welk men absoluut het uitwisselen van informatie in zaken terrorisme zou moeten versoepelen
met name tussen de verschillende inlichtingendiensten van de lidstaten van de Europese Unie. Dit standpunt is niet makkelijk te verdedigen, want de meeste lidstaten zien de inlichtingendiensten als entiteiten die tot hun soevereiniteit behoren. Ik denk dat aan deze stellingname steeds moeilijker kan worden vastgehouden, want de inlichtingendiensten zijn rechtstreeks betrokken bij de strijd tegen het terrorisme en we hebben natuurlijk hun analyses nodig om dit criminele fenomeen zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het Europa van de polities en het gerechtelijke Europa worden beetje bij beetje opgebouwd en het zou volgens mij dus een zware vergissing zijn te denken dat men in termen van inlichtingendiensten niet over Europa zou kunnen reppen. Er werd recent een voorstel van de commissie dat ertoe strekt de uitwisseling van informatie tussen Europol en de Europese inlichtingendiensten te vergemakkelijken op tafel gelegd. Ik ben niet gekant tegen een nauwe samenwerking tussen deze essentiële politionele dienst en de inlichtingendiensten. Het voorstel volstaat echter niet, want het gaat niet door tot in de grond van de zaak. De inlichtingendiensten hebben ook een platform op Europees niveau nodig. En via de veiligheid van de staat verdedigt België dit idee in alle kringen waar de inlichtingendiensten vergaderen. Het zij in de Club van Bern of in de schoot van de Middle European Conference. Het idee wint langzaam aan meer veld en ik hoop dat het in de nabije toekomst verder in de geesten zal rijpen. Wij werken er in ieder geval actief aan. Op intern vlak werken de minister van Defensie en ikzelf aan de voorbereiding van een voorontwerp van wet dan dat onze inlichtingendiensten in het vervolg zal toelaten om in het kader van hun wettelijke opdrachten telecommunicatie te onderscheppen, te lokaliseren en te identificeren. We wensten inderdaad dat er een gemeenschappelijk juridisch kader zou komen voor beide inlichtingendiensten, dat deze waarborgen aan de burgers zou verstrekken. Dit wetsontwerp zal verder gaan, want er moet eveneens gezorgd worden voor een echte wettelijke basis voor alle methoden die gebruikt worden voor het verzamelen van de inlichtingen, dus zowel observatie, infiltratie als het beroep doen op menselijke bronnen. Op deze wijze willen we de Belgische inlichtingendiensten adequaat uitrusten, zodat ze alle wettelijke opdrachten die hen toegewezen zijn zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het ontwerp is zeer moeilijk uit te werken, want we moeten een juist evenwicht vinden tussen enerzijds het beschermen van de veiligheid van onze staat en anderzijds het beschermen van de individuele rechten en vrijheden. Het beroep doen op deze methoden zal dus bijzonder omkaderd zijn, zowel tijdens de aanwending van deze methode als na de realisatie ervan. Dit wetsontwerp zou tijdens de maand juni moeten worden voorgelegd aan de ministerraad, daarna tijdens de vakantie worden overgezonden naar de Raad van State en tot slot naar het parlementair reces in de maand september neergelegd worden in het parlement. Om u volledig te informeren, vestig ik ook uw aandacht op het feit dat de Veiligheid van de Staat en het comité I samengewerkt hebben aan de problematiek van een definitie van de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel. Het comité I en de Veiligheid van de Staat zijn erin geslaagd de voornaamste richtlijnen op de voorgrond te stellen van de bescherming van dit economisch en wetenschappelijk potentieel. Ik wens reeds vanaf september dit dossier voor te leggen aan het College Inlichting en Veiligheid, dat het nadien zal overmaken aan het ministerieel comité Inlichting en Veiligheid. Ik wil inderdaad dat men precieze richtlijnen vastlegt in zaken de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel en dat men de rol definieert van de verschillende overheidsdiensten die bij deze problematiek betrokken zijn.
Want er zijn thans immers heel wat andere overheidsdiensten betrokken bij het beschermen van het economisch en wetenschappelijk potentieel van België. Ik zal dus aan het ministerieel comité inlichting en veiligheid vragen een actieplan goed te keuren dat zal zorgen voor een betere coördinatie en meer efficiëntie tussen de verschillende diensten, met name op het vlak van het uitwisselen van informatie. Er moet echter op gewezen worden dat de veiligheid van de staat in de schoot van meerdere internationale en Europese samenwerkingsverbanden tussen de diensten reeds deelneemt aan verschillende technische groepen die zich specifiek bezighouden met de elektronische aanvallen, met het onderscheppen en met de beveiliging van de communicatie. In het kader van haar opdracht betreffende het wetenschappelijk en economisch potentieel voert de veiligheid van de staat een preventief beleid ten opzichte van de bedrijven die een doelwit zouden kunnen zijn, door het gebruik aan te bevelen van gedecodeerde systemen wanneer gevoelige informatie via communicatiemiddelen wordt verspreid. Op het niveau van de telecommunicatiesystemen en netwerken bestaat er een richtlijn van het ministerieel comité inlichting en veiligheid van 21 mei 2001 in verband met de beschermingsmaatregelen voor de telecommunicatiesystemen en telecommunicatienetwerken met geclassificeerde gegevens en in verband met telecommunicatiesystemen en netwerken waarin geclassificeerde gegevens zijn opgeslagen. En dit in toepassing van artikel 18 van het KB van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de klassificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Ik herinner er tot slot aan dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie met name de opdracht heeft bij te dragen tot de ontwikkeling van een interne markt van netwerken en elektronische communicatiediensten, onder meer door op transparante wijze samen te werken met andere nationale regelgevende autoriteiten en met de Europese Commissie, om te waken over de opmaak van reguleringspraktijken die coherent zijn op Europees niveau en over de belangen van de gebruikers van elektronische communicatiediensten. Door met name zorg te dragen voor de bescherming van de openbare netwerken van elektronische communicatie. Er bestaat trouwens een werkgroep voor het instellen van een certificatieautoriteit voor de beveiliging van de ICT-systemen onder het gezag van het NAV. Dit waren de collega's zijn de maatregelen die genomen werden of in de nabije toekomst zullen genomen worden om het aan de veiligheid van de staat mogelijk te maken op een meer efficiënte manier het hoofd te bieden aan alle wettelijke opdrachten die aan de dienst zijn toevertrouwd. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Meneer Wille, u heeft het woord. Dank u voor het omstandig antwoord dat mij ruimmatig geruststelt. Aangezien een ontwerp van wet is aangekondigd, gelet op de materie, hoop ik dat de minister dit in de Senaat zal willen starten, ten einde er een snelle behandeling in de Senaat van te garanderen. Dank u wel, meneer Wille. We weten dat het is een belangrijk thema voor de Senaat ook. Ik neem de vraag van mevrouw Talaoui aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de onrust in de Stuyvesant-Bergwijk in Antwerpen. Ja, u heeft het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, mijn vraag was gericht aan mevrouw Onkelings, minister van Justitie. En het gaat over het volgende. Namelijk dat er in de Stuyvesant-Bergwijk, dat is een wijk in het noorden van Antwerpen, een instelling komt om geïnterneerden te behandelen. Ondertussen is er een delegatie van een actiecomité op 22 mei gestart die een petitie hebben rondgericht aan de buurtbewoners. En ondertussen loopt die petitie op tot meer dan 2500 tekeningen, waarin dat ze enorm protesteren tegen die gesloten instelling in hun buurt.
En die ongeruste buurtbewoners hebben de burgemeester, Patrick Janssens, ook duidelijk laten verstaan dat deze gesloten instelling voor hen geen optie is in hun woonbuurt. Ondertussen heeft de burgemeester contact opgenomen met de OCW-voorzitter mevrouw De Koning en met mevrouw de minister Lorette Onkelings. Onze laatste informatie hierover is dat het masterplan op het ministerie van Volksgezondheid rond het Stuivenberg ziekenhuis ondertussen goedgekeurd is. Dit zal betekenen dat er op redelijke korte termijn 120 bedden in de psychiatrie zouden worden voorbehouden voor behandelbare delinquenten. 30 bedden voor vrouwelijke delinquenten, 30 bedden voor mentaal gehandicapten en 60 bedden voor seksuele delinquenten. Op langere termijn zouden Erasmus, Borgerhout en Stuivenberg samengebracht worden in een nieuwe kliniek op een nader te bepalen plaats. De Noorderlaan zitten is hier een optie die genoemd wordt en de Stuivenberg zitten zou dan totaal worden omgebouwd tot een psychiatrische instelling. Ondertussen heeft de regie der gebouwen ook met de minister van Financiën overlegd, is er een studieteam aangeduid, zijn er bestekken gemaakt en eigenlijk zou alles rond moeten zijn rondom 2010. Meneer de minister, vele bewoners in de buurt van het huidige ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat dit project een zoveelste kaakslag zal worden voor de verdere gunstige ontwikkeling van hun buurt. De verschillende wijken daar bevinden zich al sowieso in een zeer, zeer precaire toestand. En men heeft daar reeds een zeer, zeer diverse bevolking, ook heel wat mensen die die onder kansarmoede zouden kunnen gedefinieerd worden. Men heeft daar ondertussen ook een centrum voor drugsverslaving ingebouwd, enzovoort, enzovoort, waarbij de buurtbewoners zich afvragen of dat die extra overlast met die instelling hun buurt geen zeer negatief imago zou geven. Ondertussen zeggen de buurtbewoners ook dat er in hun buurt 3 kleuterscholen zijn, 3 lagere scholen, een middelbare school en een hogeschool. En ze zijn niet te spreken over de zeer negatieve gevolgen voor de middenstand, de woonkwaliteit, ook de waarde van hun eigendommen gaat volgens hen naar omlaag en last but not least natuurlijk ook de veiligheid in hun ogen. De laatste jaren kende deze buurt een nieuwe toevloed van jonge gezinnen en wij willen dat daar ook zo houden. Vandaar, meneer de minister, 2 vragen aan u gericht. Is er nu in Antwerpen definitief gekozen voor het Stuivenberg ziekenhuis en gaat het dan om de plaatsing van een 30-tal of 60-tal psychiatrische delinquenten of omhelst het de gehele site? En ten tweede, meneer de minister, u had vooral vragen bij de beveiliging van het Stuivenberg ziekenhuis. Het Antwerpse OCMW kwam met nieuwe plannen op de proppen die u uiteindelijk toch overtuigden. De meeste deuren zouden verdwijnen of op slot gaan. En er zouden voorlopig 250 patiënten daarin terechtkomen. Later wordt bekeken of de Antwerpse instelling zou uitgebreid worden. Ik had graag van de minister vernomen in welke zin ik, ook als Antwerpse parlementair, de buurtbewoners in die zin kon geruststellen en om extremisme in die buurt ook voor een stuk uit te sluiten. Ik dank u, meneer de minister, voor het antwoord bij voorbaat. Ik dank u, mevrouw Talaoui. Meneer de minister, u heeft het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Momenteel is er voorlopig programma opgemaakt voor de oprichting van 2 forensisch psychiatrische centra te Gent en te Antwerpen. In Gent voor 270 geïnterneerden en in Antwerpen voor 120 geïnterneerden. Omdat de vrijgave van de huidige Stuivenberg-site afhankelijk is van de planning van de uitbouw van de nieuwe ziekenhuiscampus te Antwerpen-Noord, is in de bouwplanning prioriteit gegeven aan de instelling in Gent. De concrete invulling van welke patiënten op welke plaats zullen verblijven is nog niet uitgewerkt. Wel staat vast dat de vrouwelijke geïnterneerden naar Antwerpen komen en dat een groot deel van de mentaal gehandicapte geïnterneerden in Antwerpen zal worden ondergebracht. Het is wel belangrijk om te weten dat de 2 forensische psychiatrische centra over dezelfde beveiligingsvoorzieningen zullen beschikken als een gevangenis. Wat Antwerpen betreft zal een deel van de Stuivenberg-site in een beveiligd gebouw worden opgericht. Momenteel heeft de stad Antwerpen het initiatief genomen om een werkgroep samen te stellen waarin onder andere een buurtdelegatie is opgenomen.
Het is de bedoeling dat de deelnemers van de werkgroep op geregelde tijdstippen geïnformeerd worden. Justitie zal eveneens participeren. Voilà. Dank u, meneer de minister. Mevrouw Talaoui. Ja, mevrouw de voorzitter. Kort, aangezien mevrouw de minister van Justitie hier niet aanwezig is, kan ik het debat niet voeren. Maar ik bedank de minister voor gelijke kansen en ambtenarenzaken in die zin dat we op zijn minst weten dat de buurt erbij betrokken zal worden en dat zij overleg zullen hebben ook met de beleidsmakers. Dank u voor dit antwoord. Dank u. Ik neem nu de twee vragen, één van meneer Van den Berg en één van mevrouw De Schaffelaar over hetzelfde thema. Meneer Van den Berg, over de erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele religie. U heeft het woord. Mevrouw de voorzitter, meneer de minister, collega's. Aangezien dat er twee vragen zijn rond hetzelfde thema, is toch een teken dat er belangstelling is voor deze problematiek. Meneer de minister, de Belgische boeddhisten hebben een aanvraag gedaan om officieel erkend te worden als niet-confessionele religie. Ze hebben zich hiervoor gebaseerd op de wetgeving die de vrijzinnigheid heeft gebruikt om in 2002 erkend te worden als levensbeschouwing. Het bezoek van de Dalai Lama aan ons land zal zeker het boeddhisme in de belangstelling brengen. Deze geestelijke leider werd trouwens deze morgen in dit auditorium ontvangen. En ik dank de voorzitter van de Senaat dat ze deze ontmoeting heeft mogelijk gemaakt. En ik persoonlijk vond ik het ook heel boeiend dat zoveel parlementsleden deze ontmoeting deze morgen hebben bijgewoond. Er zijn ontvangsten georganiseerd in Hoei en straks in Antwerpen. Het sportpaleis is uitverkocht. En dat is toch ook een teken dat er heel wat belangstelling is bij de mensen voor het boeddhisme. De voorbije maanden is ook gebleken dat onze bevolking nood heeft aan diepgang, bezinning en spiritualiteit. Deze dragen bij tot de geestelijke gezondheid van een gemeenschap. Materie weliswaar voor de federale en gemeenschapsministers van Volksgezondheid. Maar ook de minister van Justitie kan er een steentje toe bijdragen. Ik heb daarom twee vragen gesteld aan de minister van Justitie. Wat is de procedure die u volgt voor de erkenning van het boeddhisme in ons land? En ten tweede, wanneer zal u een antwoord klaar hebben op de aanvraag tot erkenning? Ik dank u, moet ik zeggen, voor het voorlezen van het antwoord. Dank u wel. Ja, dank u. Dank u, meneer Van den Berg. Sorry, meneer de minister. Ik vraag ook de vraag van mevrouw De Schaffelaar. U heeft het woord, mevrouw. Over de officiële erkenning van het boeddhisme. Ja, mevrouw de voorzitter, ik heb eventjes nagekeken. Op de agenda staan vandaag vragen aan 12 verschillende ministers. Mijn vraag aan u is, bent u op de hoogte hoeveel ministers ons hier vandaag te woord zullen staan of antwoorden zullen voorlezen? Hoeveel ministers mogen wij hier verwachten? Van die 12 verschillende ministers die wij willen ondervragen. Dus eigenlijk, wij kennen al wat er aan de gang is in verband met de vragen om uitleg, maar als ik nu ook zo verder ga in verband met de mondelinge vragen, dan zou ik wel liever via e-mail beantwoorden. Vele ministers zijn in Luxemburg voor een Europese top. En ze hebben dat gezegd en oké, dat is een donderdag. En is dat zo in de Kamer ook? Ja, zeker. Ja, mevrouw, sorry, maar ze zijn niet in ons land nu, als ze zijn in Luxemburg. Ik hoop dat wij wel een degelijk voorbereid antwoord krijgen vanuit het departement Justitie op de vraag die wel bekend is van de Boeddhistische Unie van België, die de aanvraag heeft ingediend, volkomen terecht volgens ons, om officieel erkend te kunnen worden als religie en dus ook gesubsidieerd te kunnen worden, vermits zij ook heel wat sociale taken op zich nemen in verband met informatie, begeleiding in scholen, verenigingen, ook ziekenhuizen en gevangenissen.
Het gaat over ongeveer 80.000 mensen in ons land. De activiteiten op dit moment van de Unie worden allemaal uitgevoerd door vrijwilligers. Maar op termijn is dit uiteraard onhoudbaar. Daarom de volgende vragen. Steunt de minister van Justitie de vraag van de Boeddhistische Unie? Is er reeds een beslissing genomen en zo nee, wanneer kan deze worden verwacht? En wat is de procedure of wat zijn de criteria uiteindelijk om die erkenning, die grondwettelijke erkenning als godsdienst te beoordelen en positief te beantwoorden? Ik dank u mevrouw de Schaffelaar. Meneer de minister, u heeft het woord nu. Mijn administratie en ikzelf, dank u mevrouw de voorzitter. Dus mijn administratie en ikzelf hadden contacten met de Belgische Boeddhistische Unie. Deze contacten hadden tot doel een maximum aan informatie uit te wisselen over de gevolgen van een officiële erkenning van het boeddhisme in België. Op 20 maart laatstleden heeft de Boeddhistische Unie mij een dossier overgemaakt dat ertoe strekt het boeddhisme in België officieel te doen erkennen. Deze erkenning zou gebaseerd zijn op artikel 181, tweede lid van de grondwet. Het boeddhisme zou dan kunnen worden beschouwd als een niet-conventionele gemeenschap van België. Het dossier wordt momenteel bij mijn administratie onderzocht. Er moeten immers verschillende criteria worden nagekomen. En deze criteria zijn voldoende aanhangers hebben, gestructureerd zijn, dat wil zeggen dat men een representatief orgaan moet kunnen aanwijzen, dat dan de gesprekpartner van de overheid zal zijn. Sedert een bepaald aantal jaren op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn, een maatschappelijk belang betekenen voor de bevolking, geen activiteiten ontwikkelen die in strijd zouden zijn met de maatschappelijke orde. Wanneer de administratie van justitie het onderzoek van deze verschillende criteria zal afgerond hebben, kunnen de onderhandelingen van start gaan met de vertegenwoordigers van de Belgische Boeddhistische Unie. Ten einde te bepalen welke structuren ze zullen opzetten en op welke manier wij de vertegenwoordigers van deze niet-conventionele gemeenschap ten laste zouden moeten nemen. Deze discussies maken het vanwege de vertegenwoordigers van de Boeddhistische Unie noodzakelijk dat ze uitgebreid nadenken over de manier waarop ze het boeddhisme op ons grondgebied ingang wensen te doen vinden. Het is duidelijk dat wij in geval van erkenning de nodige budgettaire middelen zullen moeten geven om deze erkenning effectief te maken. Al deze vragen zijn momenteel het voorwerp van onderzoek en van overleg met de Belgische Boeddhistische Unie. Deze erkenning is op de goede weg. Dank u, meneer de minister. Meneer Van den Berg. Dank u, meneer de minister, voor dit voorlezen van het antwoord. Ik ben inderdaad ook op de hoogte van de criteria die gesteld worden om de boeddhistische gemeenschap te erkennen. Dus wij zijn ervan overtuigd, maar ik ben geen boeddhist, hè, tussen haakjes, dat die criteria voor Pol, dat wist u toch, hè? Maar ik heb dus veel sympathie, maar ik weet niet of je goed geluisterd hebt, Paul, meneer Wille, over het maatschappelijk impact. En deze morgen heeft de Dalai Lama dat goed uitgelegd, hoe dat hij het boeddhisme streeft naar een filosofisch en psychologisch evenwicht van de menselijke persoonlijkheid. Maar dit ter zake voor onze collega. Dus de criteria zijn mijns inziens voldaan. Ik hoop dat het onderzoek zo snel mogelijk zal afgehandeld worden door de administratie.
dat de boeddhistische gemeenschap zal nadenken over de acties die ze ondernemen rond het boeddhisme in Vlaanderen. Dat weet men in Huy zeer goed, dat weet men in Schoten zeer goed. Ik denk dat deze pacifistische beweging toch zeker moet erkend worden in België. Dank u wel. Dank u, meneer Van den Berg. Dan mevrouw de Schamfilaar, ja. Ja, dank u wel. Dank u wel vooral voor die laatste beoordeling dat de erkenning op goede weg is. Ik denk inderdaad dat het een verrijking zou zijn voor onze samenleving, omdat wij vanmorgen ook inderdaad hebben kunnen horen dat in hoofden van de Dalai Lama godsdiensten of filosofieën conflicten tussen mensen teweeg brengen, maar eerder de weg tonen van conflictbeheersingen van openheid en tolerantie. Die visie is een verrijking voor onze samenleving en verdient ook de grondwettelijke erkenning. Dank u. Meneer de minister, geen toegevoegde antwoord. Je prends alors la question de madame Derbakis Baye au premier ministre sur la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée le 20 octobre 2005, faite à Paris le 9 décembre 2005. Vous avez la parole, madame Derbakis Baye. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. La convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été adoptée lors de la conférence générale de l'UNESCO réunie à Paris le 20 octobre 2005 par 148 États pour 4 abstentions, l'Australie, le Libéria, le Nicaragua et l'Honduras, 2 contre, les États-Unis et Israël. L'objectif général de la convention est la prise en compte de la diversité culturelle lors du développement d'autres politiques. Ainsi, il s'agit de la transposition au niveau international des principes communautaires et en particulier de l'article 151 du traité qui prévoit que la communauté tient compte des aspects culturels au titre d'autres dispositions du traité. La convention vise à réaffirmer les liens qui unissent culture, développement et dialogue et à créer une plateforme de coopération culturelle internationale. À cette fin, elle réaffirme le droit souverain des États d'élaborer des politiques culturelles en vue, je cite, de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, d'une part, et de créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement, d'autre part. Pour ce qui concerne la Belgique, le Conseil d'État a considéré que l'assentiment à la Convention relève non seulement de la compétence des communautés, mais aussi de celle de l'autorité fédérale et des régions. Compte tenu de l'importance que revêt la Convention du rôle joué par l'Union européenne et la Belgique lors des négociations qui ont précédé l'adoption de celle-ci, et des pressions également qui sont exercées pour qu'elle n'entre pas en vigueur, il semble important que toutes les entités concernées s'activent enfin afin que la Belgique soit parmi les premiers signataires à déposer ses instruments de ratification. Je souhaiterais donc savoir à quel stade en est le projet de loi portant assentiment de la Convention et quand notre Assemblée aura le plaisir de l'examiner. Je vous remercie de vos réponses. Voilà, je vous remercie, madame Derbakis Baye, et je donne la parole à monsieur le secrétaire d'État, Van Quickenborn. Meneer de staatssecretaris, u moet antwoorden aan de vraag van mevrouw Derbakis Baye. Ik weet dat mevrouw Van de Kasteel heel, heel overtuigend is, maar bent u klaar om dat te doen? Madame la présidente, madame la sénatrice, alors, je vous réponds au nom du ministre des Affaires étrangères. Lors de la réunion du groupe de travail traité mixte du 17 janvier 2006, il a en effet été jugé que la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée le 20 octobre 2005 lors de la 33e conférence générale de l'UNESCO avait en droit interne belge un caractère mixte en ce qu'il touche
aux compétences de l'État fédéral, des communautés et des régions. Tant les autorités compétentes de l'État fédéral que celles des communautés et des régions seront donc portées à se prononcer sur les textes. Du côté fédéral, la direction des Nations Unies des SPF Affaires étrangères prépare actuellement le dossier d'assentiment. Ce dossier sera bientôt finalisé. Le dossier sera ensuite soumis au Conseil des ministres qui se prononcera sur sa transmission au Sénat et à la Chambre. Voici la réponse du ministre. Madame Derbakisbay. Mais je remercie Monsieur le secrétaire de m'avoir lu la réponse du ministre, tout simplement. Voilà, merci Madame Derbakisbay. We hebben nu twee vragen. Eén van meneer Van den Berg en één van meneer Verrijken. En nog één van meneer Verrijken aan de eerste minister. Ik neem dan de tweede vraag, meneer Verrijken. Bent u klaar om dat te doen? Want ik zie meneer Van den Berg nog niet. Het is uw vraag over de nieuwe functie van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. U heeft het woord. Mevrouw de voorzitter, collega's, staatssecretaris, mevrouw de voorzitter, u zal begrijpen dat ik mij aansluit bij de opmerkingen die daarnet al gemaakt zijn over de systematische en stelselmatige afwezigheid van de ministers in dit halfrond. En ik sluit mij ook aan bij de opmerkingen over de manifeste afwezigheid van een staatssecretaris wanneer hij moet luisteren naar bijvoorbeeld een vraag van mevrouw Zbahi en zijn praten ondertussen. Ik vind dat ergerlijk en op het randje af van onbeschoft. In gevolg van de discussie, meneer de staatssecretaris, die in de regering is ontstaan omtrent de zogenaamde praktijktests in zaken al dan niet vermeend racisme, heeft de directeur van het CGKR een opinieartikel in de Standaard geschreven. Maar ik heb tijd hoor. Vincent. Geen twee keer achter elkaar, hè. Ja, de staatssecretaris, wanneer u uw tijd nodig heeft om te telefoneren, dan vind ik het niet nodig van vragen te stellen. Wanneer ik hier in het half rond deelneem aan een bespreking, meneer de staatssecretaris, dan neem ik daaraan deel door te luisteren. Oké. Meneer Verheyken, u hebt het woord. Nu, de eerste minister heeft zelfs gezegd dat de voorzitter van het CGKR op zoek zou moeten gaan naar een andere functie. Dat zijn merkwaardige uitspraken, omdat de directeur, net als zijn voorganger, in zijn ganse leven nog niks anders gedaan heeft dan aan politiek gedaan. Het CGKR heeft zich permanent politiek gemanifesteerd en het enige verschil was dat al die vorige politieke uitspraken niet tegen de partij van de eerste minister waren gericht, maar tegen mijn partij. Dat was het enige verschil. Maar zeggen dat de directeur van het CGKR niet aan politiek mag doen, vandaag, dat is hypocriet. De eerste minister acht het toch nodig om de directeur van het CGKR, die onder zijn voogdij staat, nu te bedreigen. En er is nog een tweede merkwaardig punt, dat is dat die directeur van het CGKR zijn artikel blijkbaar naar twee partijen heeft gestuurd, naar de VLD en de SPA, niet naar de andere meerderheidspartijen, en ook naar geen enkele oppositiepartij. Dus opnieuw denk ik dat de directeur van het CGKR zich hier manifest aan een politieke houding schuldig maakt. Vragen, kan de directeur optreden in de media? Ik meende in het verleden van wel. En ook de vroegere antwoorden van de eerste minister wezen stevast op de onafhankelijkheid. Maar blijkbaar is die onafhankelijkheid van de directeur niet helemaal niet meer zo absoluut nu hij de VLD heeft aangevallen. Twee, waarom stuurde die directeur zijn mededeling enkel naar twee partijen? Is dat geen partijdigheid? Drie, waarom laat de eerste minister zich nu horen? En waarom liet hij zich in het verleden niet horen wanneer andere partijen werden aangevallen? Vier, welke maatregelen worden in gevolge dit concrete geval tegen de betrokkenen genomen? Moet de betrokkenen op zoek naar een andere functie, zoals de minister liet uitschijnen? En laatste vraag, zal de eerste minister in het algemeen maatregelen nemen om de politieke rol die de directeur van het CGKR zich toemeet aan banden te leggen? Dank u, meneer Verheyken. Meneer de staatssecretaris, u heeft het woord.
Mevrouw de voorzitter, meneer Verrijken, collega's. Drie antwoorden op uw vragen. Ten eerste, de directeur van het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding valt onder de administratieve voogdij van de eerste minister, de functionele onder die van minister Dupont. De eerste minister heeft er geen probleem mee dat de directeur van het centrum zijn standpunt kenbaar maakt met betrekking tot de praktijktests. Evenwel valt de directeur buiten zijn rol indien hij zich mengt in de politieke discussie over de modaliteiten van deze tests. Het centrum levert uitstekend werk in de strijd tegen racisme, xenofobie en haat. Het is van belang dat de directeur boven de politieke discussie staat. En vanuit die bekommernis heeft de eerste minister via zijn woordvoerder gereageerd op het opiniestuk in de Standaard. Tot daar het antwoord van de eerste minister. Dank u, meneer de staatssecretaris. En meneer Verrijken, nog een toegevoegde vraag? Nee, geen toegevoegde vraag, maar wel een opmerking. Ik stel alleen vast dat vandaag in Metro een gans artikel verschijnt met meneer De Witte, die duidelijk voet bij stek houdt en die zegt van nee, ik ga helemaal niet toegeven aan de eerste minister. Ik hoor nu dat de eerste minister ook niet van plan is toe te geven. Ik denk dus dat er een serieuze impasse tussen beiden is ontstaan en dat zij beiden eens aan tafel zullen moeten gaan zitten om een en ander uit te praten. Ja, ik neem nu de twee vragen. Eén van meneer Van den Berg en één van meneer Verrijken over coffeeshop. Dus eerst meneer Van den Berg over het spreidingsplan van de coffeeshops van de burgemeester van Maastricht. U heeft het woord, meneer Van den Berg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik sluit mij aan bij de vorige intervenanten die toch moeilijk aanvaardbaar vinden dat nu bij de mondelinge vragen de desbetreffende ministers niet komen antwoorden. Ik weet natuurlijk wel, de regering is in een zeer zwakke positie. En dat een... Ja, ja. Ze zijn in de Kamer, maar... Sorry. Mevrouw Omtzigt is zeker niet aanwezig. Ja, ik maak de opmerking in het algemeen en ik denk niet dat terzelfde tijd zeven ministers op de top zijn, maar goed, ik neem akte van de verklaring, maar het is in ieder geval spijtig, omdat het dan natuurlijk een vrij formele vraagronde is. Mevrouw de voorzitter, meneer de staatssecretaris, met haar actie Coffee Corner wil Maastricht de overconcentratie van coffeeshops in het woongebied tegengaan. Zeven van de in totaal 15 vergunde shops worden naar de stadsrand verplaatst. Twee van dergelijke winkels komen op nauwelijks een paar honderd meter van de Belgische grens te liggen. Op deze wijze wil de burgemeester van Maastricht de stroom van Belgische drugtoeristen uit de stadskern weren. Dit drugtoerisme uit België zou veel overlast tot gevolg hebben. Belgische grensgemeenten zijn vanzelfsprekend niet bijzonder opgetogen met een dergelijk initiatief. In het verleden had de burgemeester van Essen reeds een actie gevoerd tegen gelijkaardig initiatief aan de Belgisch-Nederlandse grens. In de Nederlandse grensgemeente Putten, deelgemeente van Woensdrecht, wordt trouwens een totaal andere politiek gevolgd, volgens mij de enige juiste, namelijk de nultolerantie. Ter zake wordt ook het verdrag van Schengen ingeroepen. Ik heb de verklaringen van de eerste minister daarover gelezen, maar ook de verklaringen van professor De Schutter in een krant, die met elkaar tegengesteld zijn, zodanig dat ik mij de vraag stel welke bepaling nu daarbij echt relevant is. Derhalve had ik graag van de minister vernomen welke concrete initiatieven kan de Belgische regering nemen tegen beslissingen van de Nederlandse overheid en grensgemeenten die in wezen een bedreiging zijn voor het Belgische drugbeleid, daar ze de ontduiking betekenen van het verbod van drughandel. Ten tweede dient geen einde gesteld te worden aan de hypocriete regeling in België dat het bezit van drugs wordt toegelaten, maar de verkoop wordt verboden. Het is een vorm van gedoogbeleid dat beter volledig zou worden teruggedraaid. Acht regeringen het dan ook niet wenselijk om naar aanleiding van deze gebeurtenissen gewoon het drugsbeleid terug op één noemer te plaatsen en het te verbieden. Ik dank u, meneer Van den Berg. Meneer Verrijken, over de drugsproblematiek in de grensstreek. Mevrouw de voorzitter,
Ja, staatssecretaris, waarde collega. Er vinden naar jaarlijks, naar schatting, in elk geval jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen drugtoeristen uit ons land en uit Frankrijk de weg naar Maastricht. Het is dus nogal logisch dat daar inderdaad heel wat overlast ervaren wordt. Er werd daardoor een spreidingsplan opgesteld, het spreidingsplan Coffee Corner. Dat klinkt enorm Nederlands. En dat is vorige week goedgekeurd en daarbij zouden 5 shops, klinkt ook Nederlands, in de richting van de grens worden verplaatst. En ook in Terneuzen overweegt men nu een soortgelijke actie, maar dan onder de Nederlandse naam McDope. Er zijn nogal wat stadsbesturen, onder andere die van Lanaken, Diemst, Voeren en Zelzaten, die al langer met die overlast te kampen hebben door het massale drugstoerisme. Zij vrezen nu dat door de verplaatsing van die coffeeshops inderdaad het drugstoerisme nog zal toenemen. Er is een Maastrichtse collegenota van 22 mei 2006 over de spreidingsactie, die de hoofding vertrouwelijk draagt, maar die toch laat lezen dat het net ons gedoogbeleid zou zijn, dat beperkt bezit en gebruik van cannabis toelaat, dat het dat gedoogbeleid zou zijn dat ervoor zorgt dat in de genoemde Nederlandse gemeenten overlast ontstaat. Zij verwijten de regering hypocrisie. Ondertussen zijn er meerdere gesprekken, er is de brief van de premier aan zijn collega Balkenende en er is ook vanavond, bewust de veelgenoemde top in Luxemburg, is vanavond een overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en zijn ambtsgenoot over dit dossier, daarover enkele concrete vragen. Wat was de inhoud en vooral wat was het resultaat van de gesprekken die reeds op 22 mei hebben plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de Nederlandse Commissie Justitie en de burgemeesters van de grensgemeente? 2. Wat denkt de regering, wat denkt de premier over de uitlatingen van de Nederlandse burgemeesters die België hypocriet noemen? 3. Welke voorstellen, want dat is belangrijk, welke voorstellen kan de minister van Binnenlandse Zaken vanavond doen in Luxemburg? En zijn er stappen die de regering overweegt te nemen indien Nederland inderdaad voet bij stuk houdt en zijn beleid van verplaatsen van coffeeshops naar onze grens verder zet? Dank u, meneer Verheyken. Meneer de staatssecretaris, u heeft het woord. Mevrouw de voorzitter, collega's, senator Van den Bergen, senator Verheyken, in antwoord op uw beide vragen namens de eerste minister. Vooral in te gaan op de vragen wil de eerste minister toch duidelijk maken waar de Belgische regering zich op steunt om de plannen van de stad Maastricht aan te kaarten op politiek en op diplomatiek vlak en dat bij de Nederlandse collega. De eerste minister citeert u letterlijk uit artikel 71 ten tweede van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 1990. Dat luidt als volgt dat de overeenkomst sluitende partijen verbinden zich ertoe de illegale uitvoer van verdovende middelen en psychotrope stoffen van enige aard, cannabis inbegrepen als mede de verkoop, verstrekking en aflevering van die middelen en stoffen, bestuurlijk en strafrechtelijk tegen te gaan, onderminnend bepaald in artikelen 74, 75 en 76. De minister vraagt uw aandacht voor de expliciete verwijzing naar cannabis, wat geen toeval is, want het overeind blijven van het Nederlands cannabisbeleid was de inzet van de toenmalige discussie. Dat blijkt duidelijk uit de gemeenschappelijke verklaring die de Schengenpartijen hebben afgelegd bij artikel 71 ten tweede. En de eerste minister citeert opnieuw letterlijk dat voor zover een overeenkomst sluitende partij in het kader van haar nationaal beleid in zaken de voorkoming en behandeling van verslaving aan verdovende middelen en psychotrope stoffen afwijkt van het in artikel 71 lid 2 neergelegde beginsel, nemen alle partijen de noodzakelijke strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen ten einde de illegale in- en uitvoer van die middelen en stoffen in het bijzonder naar het grondgebied van de overige partijen tegen te gaan. Einde citaat. Deze minister kan u dus aantonen dat wij ernstige inspanningen leveren om het drugtoerisme en de drughandel komende van en met Nederland te ontraden. In het kader van de afspraken gemaakt in het Hazeldonk-overleg gaat er geen maand voorbij of de Belgische regering organiseert met de bevoegde instanties grootscheepse controleacties in de grensregio's of op de terreinen die onveranderlijk in beslagnames en verbalisering van drugstoeristen opleveren. Parket in Gent heeft onder meer nog 118 dossiers van Noord-Franse drugstoeristen onderschept op de E17, gedenonceerd aan het parket-generaal van Douai. De Belgische regering participeert bovendien aan de joint hitteams samen met Nederland.
Het klopt dat wij via informeel overleg de afgelopen maanden aan de Nederlandse collega en aan burgemeester Leers laten weten dat wij bereid zijn om samen met hen te kijken hoe we drugstoerisme nog beter kunnen aanpakken. Maar de inspanning moet van beide kanten komen. Eenzijdige initiatieven zijn nooit goed. Als is de minister Terneuzen vergelijkt met Maastricht, dan stelt hij vast dat in beide gevallen 90% van de kopers in de coffeeshops buitenlanders zijn. Terneuzen heeft 2 coffeeshops ingeplant aan de grens van de stadskern en geen illegale drugspanden. Maastricht telt 15 coffeeshops en een groot aantal illegale drugspanden. Dan oogst men wat men zaait, zegt de eerste minister. Hij wenst zich niet uit te spreken over het drugsbeleid als zodanig in Nederland, maar hij weet wel dat het niet veroorzaken van overlast één van de criteria is waaronder een coffeeshop wordt gedoogd. Als hij de verantwoordelijke van Maastricht hoort, gaat het hier om overlast. Hij denkt dat iedereen dan ook een belangrijk element van de oplossing kent, met name beperk het aantal coffeeshops en ontmantel, zoals wij in Gent, Antwerpen, Luik en Mons doen, de illegale drugspanden. In dit opzicht steunen wij moreel de gerechtelijke actie van de Belgische burgemeesters tegen de stad Maastricht, waaronder ook burgemeester Van Lanaken en meneer Van den Berge, uw partijgenoot. Onze tussenkomst situeert zich op politiek en diplomatiek vlak. De brief van collega Balkenende heeft tot onmiddellijk gevolg dat het diplomatiek kanaal is geactiveerd. Er is bovendien vandaag, zoals dat heet, het Senningen-overleg. En inderdaad, meneer Verrijken, de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, plegen met hun Nederlandse collega overleg om te komen tot een oplossing. Ik hoop, zegt de eerste minister, en hij besluit dat de dialoog en het gezond verstand primeren. En dan op de vraag te antwoorden van meneer Verrijken, indien dit nog geen oplossing brengt, ziet de eerste minister zich verplicht om het probleem aan te kaarten bij de Raad van de Europese Unie, die vermits de Schengenakkoorden tot het EU-acquis behoren, het toezichtsorgaan is dat toeziet op de naleving van deze Schengenakkoorden. Tot daar het antwoord van de eerste minister aan de beide senatoren. Dank u, meneer de staatssecretaris. Meneer Van den Berg. Ja, mevrouw de voorzitter, de vraag is natuurlijk punctueel, maar het zal verdienen om in de Senaat een groot debat in het algemeen te voeren over het drugbeleid. Want reeds jaren is er in het kader van de Europese Unie een discussie in welke mate Nederland met zijn beleid de regelen van de Europese Unie in verband met de drugbestrijding wel naleeft. Nederland is daar dikwijls geïsoleerd geweest in de Europese Raad. En dus, ik hoor dat er 7 ministers deelnemen aan de Europese topconferenties. Ja, ze zouden dan ook eens kunnen misschien zorgen dat er een homogeen beleid op dat vlak aanwezig is en dat het beleid zoals nu in België, de algemene nultolerantie voor het roken, maar een gedoogbeleid voor het gebruik van de drugs, dat vind ik ook niet zeer logisch. Er zijn veel zaken. In ieder geval, ik heb hier meermaals vragen gesteld over het uitdijnend effect van die nieuwe plantages in Limburg. Het Belang van Limburg vanmorgen maakt gewag van de toenemend teruggebruik in de provincie Limburg. Ik weet van mijn Luikse collega's welke overlast de drughandel van Maastricht in Luik veroorzaakt. En hoe daar het sociale weefsel in Luik daardoor wordt aangetast. Ik vind derhalve dat het beleid zoals het nu gevoerd wordt de zwakkere positie van onze burgers in het gedrang komt en dat men daar... Ofwel ik natuurlijk weet dat u de druggebruikers niet moet zomaar in de gevangenis steken, dat is wat anders. Maar dat het beleid van alles of niets onvoldoende is uitgetekend om aan die plagen einde te stellen. Dank u, meneer Van den Berg. Meneer Verrijken. De voorzitter, ik denk toch dat er weer een probleem is. Hè, wanneer ik de notalijst van de gemeente Maastricht, daarin staat, de gemeente is niet afhankelijk van andere gemeenten, Nederlandse nog Belgische. Dus de gemeente Maastricht legt alles naast zich neer, trekt zich niks aan van andere opmerkingen. Gisterenavond in het NOS-journaal kwam meneer Balkenende aan het woord over dezelfde materie. En men vroeg aan meneer Balkenende, hoe zit dat nu met die brief van uw collega Verhofstadt? En hij antwoordde letterlijk, ik lig niet wakker van de brief van Verhofstadt. Natuurlijk, niet bepaald een teken van opbouwende samenwerking tussen dergelijke mensen die eigenlijk toch voor een oplossing zouden moeten zorgen. Ik denk dat er op een meer
misschien amicale, misschien vriendschappelijke manier zou moeten samengepraat kunnen worden tussen mensen die toch ongeveer hetzelfde grondgebied beheren en dezelfde problematiek proberen te bestrijden. Wat het algemene debat betekent, aangaat over drugs, ben ik ook voorstander. En we kunnen misschien ex-senatoren die ooit jointjes wilden roken in de Senaat, we kunnen die vragen om dergelijke vergaderingen voor te zitten, om dergelijke drugsdebatten voor te zitten. Dat zou interessant zijn. Dat zou interessant zijn. Er zijn ook nog ministers van staat die zich daarmee bezighielden. Wij hebben wel inderdaad ervaringsdeskundigen die dat zouden kunnen. Maar alle gekheid op een stokje, mevrouw de voorzitter. Ja, ja. Ik voel inderdaad aan dat wij over die drugs wel eens een grondig debat zouden moeten kunnen voeren. Met alle aspecten erbij. Zeker wanneer wij nu in internationaal vaarwater terechtkomen. Dat lijkt mij de rol van deze Senaat te zijn. Het is mij het overdenken waard. Dank u, meneer Verrijken. Meneer de staatssecretaris, wil je iets toevoegen? Ja. Oké. Ik neem de vraag van meneer Dubier. Je prends la question de monsieur Dubier au ministre de la Défense sur le danger croissant pesant sur nos forces militaires en Afghanistan. Et je lui dis d'emblée que je partage avec lui le sentiment que le ministre de la Défense serait utilement plus souvent présent dans ce Sénat, que nous gagnerions aussi en support pour les actions qu'il peut proposer. Merci madame la ministre. Je tiens à vous dire que c'est aussi le sentiment du président de la commission des affaires étrangères qui est ici présent, monsieur Roland Duvivier, qui vient de me dire, comme vous d'ailleurs, qu'il souhaiterait que le ministre des Affaires de la Défense nationale soit un peu plus présent au Sénat. Quoi qu'il en soit, monsieur Dubier, nous allons l'acter et la présidente fera savoir cela au ministre. Oui, donc j'ai moi-même essayé de savoir s'il était effectivement en Belgique. Apparemment, c'est pas. J'ai eu son département, on m'a dit qu'il était à l'étranger, j'ai demandé où, on m'a dit que c'était un secret défense. J'ai fini par apprendre. Oui, c'est ce qui m'a été répondu. C'est ce qui m'a été répondu, je vous en donne ma parole, vous pouvez vérifier. Et puis en insistant, j'ai fini par avoir sa secrétaire qui m'a dit qu'il était à Rome. Alors j'imagine que ça doit être une situation extrêmement périlleuse, puisque maintenant M. Prodi est au pouvoir, et oh, Dieu sait ce qui peut arriver. Quoi qu'il en soit, notre ministre de la Défense est à Rome, et donc ne le dites surtout à personne, parce qu'il risque quand même beaucoup pour sa vie. Quoi qu'il en soit, pour revenir à des choses plus sérieuses, ça concerne la situation en Afghanistan, où, comme viennent de le démontrer les récentes, violentes et sanglantes manifestations anti-occidentales à Kaboul, la situation se dégrade rapidement. En fait, on assiste à la même dérive qu'en Irak. Les troupes salvatrices, d'abord bien acceptées, qui ont chassé les talibans, deviennent de plus en plus des troupes d'occupation, suscitant l'opposition croissante de populations dont le nationalisme et le rejet des troupes étrangères se renforcent en proportion des bavures, essentiellement américaines, de plus en plus nombreuses, malheureusement, qu'engendre toute guerre. Ce nationalisme suscite un regroupement autour des talibans de plus en plus actifs. Talibans qui viennent de recevoir l'appui significatif du Hezb Islami de Gulbuddin Regmatyar. Cet ancien premier ministre, avant la prise du pouvoir par les talibans, est un islamiste fanatique qui fut pourtant puissamment soutenu par les États-Unis pendant la guerre contre les soviétiques, alors que son ennemi juré, l'ancien commandant Massoud, islamiste modéré, était lui snobé par les Occidentaux avant d'être assassiné à la veille des attentats de New York par des islamistes détenteurs de passeport belge, un homme tout à fait remarquable que la présidente et moi-même avions d'ailleurs l'occasion de rencontrer peu de temps avant ce dramatique assassinat. Le piège, mes collègues, est donc en train de se refermer sur les forces occidentales en Afghanistan, au moment même où les Américains transfèrent de plus en plus le poids de la guerre sur l'OTAN. Cette politique devrait amener un engagement croissant des forces militaires alliées des États-Unis et donc aussi, logiquement, d'éléments de l'armée belge en Afghanistan. Mes questions sont donc les suivantes. À combien se monte le nombre actuel de soldats déployés en Afghanistan? Est-il oui ou non question d'en augmenter le nombre, comme semble le souhaiter le ministre des Affaires étrangères, si l'on en croit certains articles publiés dans la presse récemment? Quand nos troupes rentreront-elles au pays? Et n'est-il pas temps d'envisager leur retour vu l'aggravation de la situation? Enfin, pourquoi annulez-vous une visite à nos soldats? Ils devaient partir demain, au moment où précisément ils sont confrontés à une situation difficile. Je remercie le secrétaire d'État pour les réponses du ministre absent. Voilà, je remercie monsieur Dubier. Et d'ailleurs, je le remercie aussi pour se fâcher un peu, parce que je pense que c'est important. En ik geef het woord aan meneer Van Quickenborne. Mevrouw de voorzitter, madame la présidente, monsieur le sénateur, cher Josie. Non, pas de familiarité au Sénat. Monsieur. Non, mais je comprends, hein, votre angoisse, tout à fait. Allez. Alors,
Moi, je suis toujours présent en Belgique. Hein. Je ne sors pas, je ne quitte pas. Alors, quatre questions intéressantes. Hein. Faut le dire quand même ici. Alors, le nombre des militaires présents en Afghanistan se monte à 283 pour l'instant. La majorité, soit 246 militaires de ces soldats, sont déployés sur l'aéroport de Kaboul, avec les initiaux KAIA, K-A-I-A. 15 militaires travaillent au quartier général de l'ISAF, dans le centre-ville. Par ailleurs, 21 soldats sont engagés dans l'équipe provinciale de reconstruction à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, dans la zone de responsabilité de l'Allemagne, et un militaire dans le quartier général régional de l'ISAF, dans le nord de l'Afghanistan, à Mazar-e-Sharif. Deuxième question. Le Conseil des ministres a demandé à la Défense, en décembre dernier, d'étudier la possibilité de déployer une compagnie supplémentaire à Kaboul. Le gouvernement n'a pas encore pris de décision sur l'opportunité de ce déploiement. Troisième question, troisième réponse. Nos troupes en Afghanistan sont remplacées tous les 4 mois. La suppression de la présence militaire belge en Afghanistan n'est actuellement pas envisagée. Et quatrième question. D'une part, une réunion du Conseil des ministres aura lieu demain, le 2 juin 2006, alors qu'elle n'était pas prévue initialement. D'autre part, en période de crise, nos militaires doivent se concentrer sur leur mission première. Il n'est pas souhaitable de les encombrer avec une visite ministérielle et parlementaire en ce moment. Voici la réponse du ministre de la Défense nationale. Il a dit avec des parlementaires. Enfin. Merci, oui. Monsieur. Ou des journalistes ou... Merci, monsieur le secrétaire d'État. Je note avec intérêt et avec une certaine satisfaction que nos militaires ne sont pas déployés, sauf ceux qui se trouvent au quartier général de Kaboul, dans des zones qui sont particulièrement dangereuses pour l'instant. C'est vrai que le nord, Kunduz et Mazar-e-Sharif sont pour le moment calmes. Mais, chers collègues, j'attire votre attention sur l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. Et simplement, permettez-moi, Madame la Ministre, de rappeler un petit élément historique. En 1839, pour des raisons qui sont, quand vous lisez l'histoire, vous avez le sentiment qu'on est en train de la revivre. En 1839, l'Empire britannique a voulu mettre au pouvoir à Kaboul un roi qui avait été déchu par son peuple et qui leur était favorable. Ils ont envoyé un corps expéditionnaire de plus de 50 000 hommes en 1839. Ils ont replacé ce roi au pouvoir. En 1842, ils ont quitté l'Afghanistan. Il y a eu un seul survivant. Tous ont été massacrés. Ça, c'est la légende. En fait, une poignée seulement de soldats britanniques a réussi à regagner Jalalabad. Il faut savoir que ce peuple, et Madame la Présidente le sait, est un peuple farouchement nationaliste. Si la situation se dégrade, nos soldats vont se trouver confrontés dans cette situation dans un véritable chaudron. Il faut être extrêmement attentif à ce qui est en train de se passer là-bas. Enfin, par rapport à la visite du ministre, moi, je souhaiterais, Madame la Ministre, Madame la Présidente, qu'au contraire de ce que dit le ministre, c'est quand nos soldats sont dans des difficultés, qu'ils ont besoin de la présence à leur côté, des représentants du peuple et du ministre qui est compétent, et non pas dans des situations où la soupe est bonne. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Dubié, je suis certaine que Monsieur le secrétaire d'État veillera à ce que ces messages soient transmis. Oui, tout à fait. Ik neem de vraag van mevrouw Hermans. U bent klaar, mevrouw Hermans? Over het rapport en de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in zaken diabeteszorg in de toekomst. U heeft het woord, mevrouw Hermans. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de staatssecretaris, beste collega's. Diabetes type 2, het is hier al herhaaldelijke keren gezegd, zal de volgende jaren verder epidemische proporties aannemen. Momenteel leidt 1 Vlaming op 20 aan diabetes en zal 1 op 10 er ooit mee geconfronteerd worden. Om een optimale zorg van deze patiënten in de toekomst te garanderen, is er onlangs in een pas verschenen rapport duidelijk gesteld dat wij een strategieverandering, een multifactoriële benadering en een plan van gecoördineerde acties op nationaal niveau moeten vooropstellen. Versnipperde initiatieven moeten nu echt plaatsruimen voor een gezondheidsbeleid dat gericht is op disease management.
Een belangrijke wijziging in het behandelen van de patiënt is de zorg die door één arts werd geleverd. En die moeten we omzetten naar een gecombineerde actie van een multidisciplinair team dat ingebed is in de eerste lijns gezondheidszorg. De huisarts moet wel een centrale rol blijven spelen in de zorgcoördinatie. De taakherverdeling binnen het multidisciplinaire team zal andere zorgverleners, zoals diabetesverpleegkundigen, diëtisten en dergelijke meer, toelaten om via hun deskundigheid bij te dragen tot deze complexe opvolging. In het bijzonder is de rol van de diabetes-educator, en ik heb reeds in het verleden gepleit eigenlijk voor deze specifieke opleiding en deze specifieke opdracht. Die diabetes-educator wordt cruciaal in deze context van polyvalente zorg die veel aspecten beslaat, van levensstijladvies tot technieken voor insulinetherapie. Op korte termijn moet het beroep van diabetes-educator officieel gedefinieerd en erkend te worden in de Belgische wetgeving. De beschrijving van het profiel, de opleiding, functie en erkenning moet rekening houden met de huidige al bestaande initiatieven in de praktijk. Meneer de staatssecretaris, welke stappen gaat de minister concreet ondernemen om de beleidsaanbevelingen van het KCE waar te maken? Is het budgetair hiervoor enige ruimte voorzien? Gaat men snel werk maken van de erkenning van de diabetes-educatoren en van de duidelijke definiëring van de rol van de verschillende zorgverleners uit het multidisciplinair team? Dank u voor uw antwoord. Ik dank u, mevrouw Hermans. Ik geef het woord aan meneer Van Quickenbouw. Mevrouw de voorzitter, mevrouw Hermans, collega's, senatoren. Ik antwoord u in naam van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, meneer De Mot, hier afwezig. De studie van het kenniscentrum heeft inderdaad een reeks van antwoorden voor het beleid in zaken de organisatie van de zorgen voor de diabetespatiënten in ons land. De minister heeft kennis genomen van deze studie nadat ze ongeveer 3 weken geleden door de Raad van Bestuur werd gehomologeerd, zoals dat zo mooi heet. In eerste instantie lijkt het de minister belangrijk dat de reactie op deze studie gecoördineerd is. Hiermee bedoelt hij dat de conclusies van het kenniscentrum goed moeten worden geanalyseerd en dus niet overhaast. Het rapport beoordeelt de behandeling van patiënten met diabetes type 2 in ons land globaal genomen positief, maar toont een reeks van gebreken aan, vooral op het vlak van de coördinatie. In deze context werkt de commissie Arts en Ziekenfondsen momenteel aan een model voor gecoördineerde zorgtrajecten voor patiënten met een chronische ziekte. Diabetes type 2 valt uiteraard onder deze definitie. De conclusies van de ad hoc commissie, of de ad hoc werkgroep, die hiervoor werd opgericht binnen de commissie Arts en Ziekenfondsen, worden einde juni verwacht. Nu al beantwoordt de basisstelling van dit ontwerp aan een van de conclusies van het rapport van het kenniscentrum, zijnde die waarin de huisarts optreedt als basisreferentie voor de diabetespatiënt. In deze context sta ik open voor het idee van een uitbreiding van een herziening van de diabetesovereenkomsten voor de terugbetaling van de insulinestrips. Het lijkt me echter aangewezen dat dit voorstel wordt besproken in de betrokken instanties van het RISIF en in de huidige budgetaire context van de gezondheidszorg worden geplaatst. Budgetaire behoefte voor nieuwe initiatieven zal onderzocht worden in het kader van de toekomstige begrotingsopmaak. Wat betreft de erkenning van de diabetes-educatoren en de definiëring van de rol van de verschillende zorgverleners in het multidisciplinair team, dient vastgesteld te worden dat hier een verdeling van bevoegdheden bestaat. Na verdere analyse van de aanbeveling van het kenniscentrum zal dan ook een interministerieel, dus tussen de federale en de andere verschillende overheden van ons land, overleg noodzakelijk zijn. Tot daar het antwoord op uw vraag, mevrouw de senator. Dank u. Mevrouw de staatssecretaris, mevrouw Hermans. Ik dank de staatssecretaris. Oh, sorry, meneer de staatssecretaris en mevrouw Hermans. Ja. Ik dank meneer de staatssecretaris voor zijn antwoord. En inderdaad, het belang van die educatoren is inderdaad, ik weet het, een gemengde bevoegdheid. Het overleg zal daar heel belangrijk zijn, interministerieel overleg. Maar ik hoop dat men snel tot handelen overgaat. Eind juni, oh, dat is snel. Want dat hoop ik natuurlijk, dat hoopt iedereen. Hè. Maar dat is heel belangrijk. Denk ik, vooral omdat die mensen op het terrein al heel lang actief zijn en precies weten hoe die zaken in elkaar zitten, maar tot hiertoe nog niet te erg of serieus genomen worden. En dat betreur ik. Dus ik hoop dat daar toch wel enige vaart ingezet wordt. Dank u. Dank u, mevrouw Hermans. Geen officieel antwoord. Meneer Van Quickenbouw, u wil antwoorden aan mevrouw Hermans? Ah ja, dat is gedaan. Oké. Okay. Laatste vraag, monsieur Brodkorn.
aussi au ministre des Affaires étrangères sur l'opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Mais, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État a tout fait, et pas seulement la simplification administrative. Le déploiement d'une force européenne au Congo, qui doit être effective le 6 juin prochain, appelle des questions relatives, d'une part, à l'action de la communauté internationale en matière de maintien de la paix, et d'autre part, aux modalités concrètes de l'engagement européen. Alors, nul n'ignore le contexte de regain de tension qui s'est vu depuis quelques semaines, malheureusement, au Congo. La polémique relative aux origines ethniques des candidats aux élections est, dans ce cadre-là, particulièrement inquiétante. On relève aussi des relents de haine ethnique et de xénophobie qui sont véhiculés par la presse et les médias et qui ont mené à la suspension de 3 chaînes d'information privées. Ces éléments attestent également de tensions entre le Congo et ses voisins de l'Est, en particulier, ce n'est pas nouveau, le Rwanda. Alors, première batterie de questions, quelles ont été ou quelles sont aujourd'hui les avancées concernant le désarmement, le rapatriement et la réinstallation de groupes étrangers armés dont l'ONU estime encore aujourd'hui ils sont en nombre de personnes de l'ordre de 8 à 9 000. Question subsidiaire dans ce cadre, les résultats, quels ont été les résultats obtenus en matière de brassage des ex-combattants? En ce qui concerne l'action de l'Union européenne, on sait que l'opinion publique congolaise est, à tort ou à raison, de plus en plus critique à l'égard de l'Union européenne et à l'égard du commissaire Louis Michel. D'après certaines ONG présentes sur le terrain, des problèmes relatifs au paiement des soldes militaires sont une des causes principales des pillages et des attaques que subissent les populations civiles. Dès lors, la question est la suivante. Quels sont finalement les résultats concrets obtenus concernant le mécanisme de contrôle de la chaîne des paiements des soldes militaires, mécanisme qui devait ou qui a été mis en place par ESEC-RDC. La résolution 1671 du Conseil de sécurité précise les grandes lignes du mandat de la mission EUFOR en RDC. La force pourra prendre les mesures nécessaires lorsqu'il s'agira d'apporter un soutien à la MONUC si elle doit stabiliser une situation, pour contribuer à la protection des civils exposés à la menace imminente de violence, pour protéger l'aéroport de Kinshasa, pour assurer la sécurité du personnel et des installations d'EUFOR RDC, de manière à permettre l'extraction d'individus en danger. Et ces éléments doivent être précisés dans un accord entre l'Union européenne et l'ONU. D'autre part, on sait que le stationnement des éléments de la force EUFOR en RDC le seront au Congo-Brazzaville. Est-ce que cela ne va pas contribuer à ralentir toute intervention, par exemple en Ituri, là où la MONUC rencontre justement ces derniers jours de nombreuses difficultés face aux milices. Pour quelles raisons d'ailleurs les éléments avancés de la force ne sont-ils pas directement stationnés en RDC mais à Brazzaville? Enfin, l'action commune 2006-319 de la PESC qui a été décidée le 27 avril 2006 du Conseil et la résolution 1671 à laquelle je viens de faire référence évoque l'opération de l'Union européenne. L'action commune précise que le COPS exerce le contrôle politique de l'opération militaire de l'Union, fournit la direction stratégique et prend les décisions appropriées, les dépenses de la mission étant à la charge des États membres. Et dès lors, l'opération militaire, qui est une opération de l'Union? Quel sera finalement le statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne concernant le droit international humanitaire? L'Union européenne, comme nous le savons, n'est pas partie aux conventions de Genève. Quels seront alors les principes qui vont assumer le respect de ce droit par les forces déployées, ainsi que les règles de responsabilité internationale en cas de violation de ces règles? Autant de questions qui me paraissent importantes à obtenir des réponses précises compte tenu du contexte particulier et de l'approche des élections en RDC. Merci, Monsieur Brodkorn. Monsieur le secrétaire d'État. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je voudrais quand même remercier les services du Sénat pour le travail qu'ils ont fait à ce sujet.
pour Van Quick, hein, diversen Van Quick. Alors, Monsieur Brodkorn, donc vous êtes l'honorable membre, on vous connaît. Vous soulignez à juste titre que les médias, dit le ministre des Affaires étrangères congolais, et certains candidats aux élections ont invoqué ces derniers jours des arguments ethniques, voire racistes. C'est une évolution négative et elle est due, dit le ministre, surtout à la manière dont certains pensent devoir mener leur campagne électorale au Congo, avec ses partenaires au sein du comité d'accompagnement de la transition, donc le CIAT. La Belgique s'opposera à cette tendance et lancera un message d'affermissement. Il ne faut pas voir derrière ce type de campagne la main du Rwanda ou d'autres pays voisins, dit notre ministre, ministre honorable, bien évidemment. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réinstallation, aussi appelé, vous connaissez le processus DDR, donc ça parle DDR, continue d'être mis en œuvre et fait l'objet d'un suivi très attentif par une équipe belge mixte, c'est-à-dire défense et coopération au développement, qui vient d'ailleurs de rentrer d'une visite sur place. Selon cette équipe, quelques 110 000 éléments armés ont déjà suivi le processus DDR et l'on estime que 84 600 le nombre de personnes qui doivent encore s'y soumettre. Une partie de ces dernières se trouve déjà dans les centres de brassage et de recyclage, donc les CBR. Cependant, la collecte des armes pose encore pas mal de problèmes et l'on constate par ailleurs un manque d'intérêt de la part des donateurs pour assurer le financement de projets de réinstallation à grande échelle. Il apparaît en outre qu'il faut continuer à faire pression sur les dirigeants congolais pour que le processus soit poursuivi et mené à bonne fin. Le fait que l'Union européenne et ses États membres ne ménagent pas leurs efforts en République du Congo les expose évidemment aussi à la critique dans la mesure où certaines autorités congolaises ont tendance à rejeter sur les partenaires et donateurs étrangers leur manque d'initiative et de volonté politique. Le projet de l'Union européenne, qui est axé sur une normalisation de la chaîne de paiement des militaires congolais, a été lancé précisément parce que l'action des autorités congolaises en la matière laissait à désirer. La communauté internationale a dès lors estimé devoir exercer elle-même un contrôle approfondi. Le projet de l'Union européenne a déjà clairement porté ses fruits, ce qui ne signifie pas que tous les problèmes soient résolus pour autant. Alors, au Congo oriental, notamment, se pose le problème de la sécurité des équipes Union européenne qui sont responsables du paiement. Le MONUC, qui a bien d'autres missions prioritaires à remplir, ne dispose pas toujours de tous les moyens effectifs requis pour assurer l'accompagnement des équipes de l'Union européenne. Cette situation entraîne d'allongement des délais d'attente et est source de mécontentement chez les militaires. La mission de l'EUFOR, EU4, hein, la force d'intervention de l'Union européenne que vous connaissez, est principalement dissuasive. Elle ne passera pas à l'action qu'en dernière instance, car ce sont avant tout les forces de police et de l'armée du Congo qui doivent assumer leur rôle de maintien de l'ordre et de la sécurité. Ce n'est qu'après que la MONUC pourra intervenir. L'EUFOR est donc surtout appelé à décharger la MONUC. L'installation de l'EUFOR dans la capitale Kinshasa doit justement permettre à l'OMONUC de poursuivre d'autres tâches essentielles comme la sécurisation du Congo oriental, c'est-à-dire les provinces de l'Ituri et du Kivu. Les troupes de l'EUFOR sont déployées à la demande explicite des Nations Unies et c'est une lettre officielle du département de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix qui est à la base de la création de l'EUFOR. Le mandat de cette dernière est d'ailleurs appuyé sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est donc indéniable que la responsabilité internationale de cette opération incombe non seulement à l'Union européenne, mais aussi à l'ONU. Voici la réponse du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie, Monsieur Van Quickenborn. Monsieur Brodkorn. Oui, Madame la Présidente. Comme souvent, Monsieur le ministre répond de manière assez précise aux questions qui lui sont posées, mais je constate ici qu'il ne répond quand même pas la dernière partie de ma question quant au statut des forces placées sous la direction de l'Union et au droit international applicable, compte tenu de ce que l'Union n'est pas partie
aux conventions de Genève, mais ça, peut-être que monsieur le secrétaire d'État à la simplification administrative et à tout le reste n'est pas en mesure de pouvoir me répondre personnellement. Je crois que c'est pourtant une question importante. Non, ce qui est surtout essentiel, c'est de dire que dans la dernière ligne droite où on se trouve, espérons-le, au Congo, il est plus que jamais important, mais je sais que notre ministre y est attentif, comme les autres ministres responsables en partie des relations internationales, à ce que les choses évoluent positivement et que la campagne électorale ne vienne pas gangrener les opérations de transition et que le scrutin électoral puisse se tenir effectivement d'abord et dans les meilleures conditions démocratiques qui soient. Voilà, merci Monsieur Brodkorn. Et je rappelle que le Sénat envoie donc une délégation, comme vous le savez, pour contrôler cette période électorale. Voilà, Monsieur Renders est rentré. Je prends alors le point de l'ordre du jour qui porte sur, tout d'abord, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de Hong Kong. Il y a deux articles, pas d'amendement, Meneer Vandenberg et Verslaggever. Il est non présent, mais il fait référence à son rapport écrit. Nous voterons sur l'ensemble tout à l'heure. Et nous avons alors le projet de loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 90 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ainsi que la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Le rapporteur est M. Willems, il fait référence à son rapport écrit. Il y a 150 articles dans ce projet. Peut-être M. le ministre veut faire un commentaire? Non? Eh bien, il n'y aura alors, je pense, pas de difficulté et nous voterons tout à l'heure sur l'ensemble. Ce qui permet alors de reprendre les demandes d'explication, Monsieur le secrétaire d'État. Ce qui me permet même de commencer directement par Madame Nissens, en fait, dès que je retrouve. Voilà. Madame Nissens, votre question sur les relations entre la Belgique et la Colombie. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Cette demande d'explication tombe bien, d'autant plus que les élections ont eu lieu en Colombie il y a quelques jours et que le président Uribe a été réélu. Donc la Colombie est l'une des sociétés les plus violentes du monde. De façon générale, toutes les parties du conflit armé interne en Colombie, que ce soit les forces de sécurité, les paramilitaires et les guérillas, violent systématiquement les droits humains et le droit international humanitaire. Le 15 juillet 2003, le gouvernement colombien et la plupart des groupes paramilitaires liés aux milices d'autodéfense unies de Colombie ont signé un accord prévoyant la démobilisation pour la fin 2005 des combattants paramilitaires. Le 21 juin 2005, le Congrès colombien a approuvé le texte de loi Justice et Paix qui vise à faciliter la démobilisation des paramilitaires soutenus par l'armée. De nombreuses critiques ont cependant été émises à l'encontre de ce texte, notamment à propos des réductions de peine de prison accordées aux membres des groupes armés illégaux impliqués dans des atteintes aux droits humains qui ont accepté d'être démobilisés, et à propos des délais réduits dont disposent les enquêteurs pour inculper des suspects, même en cas de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, ce qui revient à accorder des amnisties de fait à de nombreux guerrieros ou paramilitaires démobilisés. On notera en particulier que le Conseil de l'Union européenne a estimé au mois d'octobre dernier qu'il partageait un grand nombre de craintes exprimées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notamment le peu de temps disponible pour les enquêtes, les possibilités limitées de demander la réparation, les peines maximales limitées pour les délits les plus graves. Quant au secrétaire général des Nations Unies, il a rappelé que le droit à la vérité, à la justice et aux réparations pour les victimes doit être pleinement respecté. Le 25 avril dernier, suite au débat relatif à la mise en œuvre de la loi Justice et Paix, vous avez annoncé, Monsieur le ministre, marquer votre soutien à une série de projets d'ONG pour l'année 2006. La Belgique soutiendra 5 projets en Colombie pour un montant de 828 000 euros. À cette occasion, vous avez expliqué que le gouvernement belge souhaitait contribuer dans la ligne de la déclaration européenne précitée à apporter un soutien aux initiatives qui pallient les insuffisances de cette loi en tenant compte notamment des victimes du conflit. Vous avez également rappelé qu'en 2005, la Belgique avait financé l'activité du CICR en Colombie pour un montant de 500 000 euros. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, m'apporter votre éclairage sur les points suivants? Le premier, la Belgique a-t-elle entrepris des démarches visant à indiquer au gouvernement colombien l'importance qu'elle accordait au respect des exigences internationales en matière des droits des victimes, à la vérité, à la justice et à des réparations? Et si oui, quelles furent-elles?
En second lieu, et ceci est important, est-il exact que la Belgique envisage la fermeture de son ambassade à Bogota? Si oui, quelles sont les raisons de cette fermeture? La symbolique attachée à cette décision ne contredit-elle pas la volonté affichée par le gouvernement belge de soutenir la société civile colombienne ainsi que l'entière solidarité de l'Union européenne sur le peuple, avec le peuple colombien, une solidarité rappelée par le Conseil dans ses conclusions sur la Colombie? Voilà les questions, Monsieur le ministre, que je voulais vous poser au lendemain des élections en Colombie. Voilà, merci beaucoup, Madame Nissen. Monsieur le secrétaire d'État. Oui, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, Madame Clotilde Nissen. Alors, au nom du ministre, vu le contexte budgétaire aigu, le SPF Affaires étrangères s'est trouvé dans l'obligation de réexaminer son réseau diplomatique dans le monde. Cet exercice a fait le constat de l'importance et la qualité des relations entre la Belgique et la Colombie. Par conséquent, le ministre peut vous confirmer que l'ambassade de Belgique à Bogota demeure ouverte. C'est quand même une bonne nouvelle, ça, hein? Un bon gouvernement, hein, là, le gouvernement fédéral. Alors, lors des élections présidentielles du 28 mai dernier, la population colombienne a réaffirmé son soutien au président Uribe. C'était un résultat spectaculaire. Ils ne sont pas tous des Morales, mais c'est autre chose. Il y a 4 ans, il fut élu sur la promesse de rétablir la sécurité et l'autorité de l'État sur les territoires nationaux, cela à travers sa politique de sécurité démocratique. Aujourd'hui, les abus de droits de l'homme et de la violence sont en relative diminution. Relative. La confiance générée par cette politique musclée a bénéficié à l'économie colombienne. Ça, vous avez constaté, j'espère. La Belgique a toujours encouragé les efforts du gouvernement colombien pour résoudre pacifiquement le conflit interne et a soutenu la population et la société civile colombienne dans la recherche de la paix. Ainsi, le ministre a décidé d'octroyer en 2006 le montant non négligeable de 828 510 euros dans le cadre de la prévention des conflits dans la diplomatie préventive. Par l'entremise de l'ambassade de Belgique à Bogota, il ne manque pas de suivre de très près l'évolution de la situation en Colombie, notamment la mise en œuvre de la loi dite « justice et paix ». Mais vous comprendrez, Madame Nissen, que le ministre se regarde d'intervenir dans les affaires intérieures de ce pays. Ce qui est normal, je pense. Sauf, hein. La récente visite d'une autre délégation colombienne menée par la vice-ministre de la Justice a permis de faire part de nos soucis et d'obtenir des clarifications sur différents points. Dès que j'en ai l'opportunité, au niveau européen notamment, le ministre souligne toute l'importance que la Belgique accorde au respect des exigences internationales en matière de droits des victimes à la vérité, à la justice et à des réparations. Voici la réponse du ministre des Affaires étrangères. Voilà, je vous remercie, Monsieur le secrétaire d'État. Madame Nissen, c'est ce que vous voulez compléter? Merci, votre secrétaire question. D'État, d'avoir lu la réponse du ministre. Et bon, j'entends bien que l'ambassade va rester ouverte. C'est déjà une bonne nouvelle. Chose. Oui. Ik neem de vraag van meneer Van Overmeer aan de minister van Buitenlandse Zaken over het verlenen van visa aan leden van Hamas. U heeft het woord, meneer Van Overmeer. Dank u wel, voorzitter, meneer de staatssecretaris, collega's. 2 weken geleden ontstond er enige opschudding toen bekend raakte dat Zweden, een EU-lidstaat, aan de Palestijnse minister van Vluchtelingenzaken een Schengen-visum had verstrekt. De betrokken minister, Hamas, kopstuk, aanzag dit als het uitdragen van een politieke boodschap en een gebaar van gerechtigheid, zo noemde hij het. Met dat visum is de minister trouwens dan ook doorgereisd naar Duitsland, zonder toestemming van de Duitse regering. En bondskanselier Merkel liet dan ook weten dat de Palestijnse minister niet gewenst was. En ook Frankrijk heeft tegen deze gang van zaken geprotesteerd. Op 17 mei, zo'n halve maand geleden, meldde de Jerusalem Post dat ook Noorwegen, natuurlijk geen EU-lidstaat, maar dan toch een Europees land, waarvan verwacht mag worden dat het toch min of meer op de Europese lijn zit, een visa zou hebben verleend aan 2 leden van Hamas. Velen binnen de Europese Unie menen dat dat verstrekken van visa aan Hamas-leden in strijd is met het gevoerde beleid ten opzichte van de nieuwe Palestijnse regering, aangezien deze natuurlijk nog altijd weigert om de Joodse staat te erkennen en weigert om geweld af te zweren. Frankrijk heeft om deze redenen eerder al visumaanvragen afgewezen.
Nu, meneer staatssecretaris, de kwestie is eigenlijk actueel omdat een aantal fractievoorzitters van het Europees Parlement gevraagd hebben aan België om visa uit te reiken wanneer vertegenwoordigers van Hamas naar het Europees Parlement en dus naar Brussel, naar België zouden komen op uitnodiging van het Europees Parlement. En zij zeggen dat indien die Palestijnse regeringsleden niet naar België zouden kunnen komen, dan de Euro-Mediterrane samenwerking zou verstoord worden. Vandaar, meneer de staatssecretaris, mijn vragen. Hoe was de reactie van de Belgische regering op de initiatieven van Noorwegen en Zweden, met name het uitreiken van visa aan leden van Hamas? En hoe staat de minister, hoe staat de regering tegenover de vraag van de fractievoorzitters van het Europees Parlement? Is er van die zijde al enige reactie geweest? Tot daar, voorzitter, de vragen die ik aan de regering had willen stellen. Dank u, meneer Van Overmeer. Meneer de staatssecretaris, u heeft het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer Van Overmeer, meneer de senator, in naam van de minister van Buitenlandse Zaken, het antwoord op uw vragen. De minister dankt u voor uw pertinente vragen en geeft hierbij het Belgische standpunt over de contacten met Hamas en de visa voor hun leden. Het standpunt van ons land is tevens dat van de Europese Unie. Alle EU-staten dienen dit standpunt te respecteren en zij die dat niet doen, verdienen onze kritiek, zegt onze minister van Buitenlandse Zaken. Het thema van contacten met Hamas vraagt een Europese gemeenschappelijke houding. Deze houding kwam er onder Belgische impuls, dus op ons voorstel, op de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 10 april 2006. In het belang van de geloofwaardigheid van de EU heeft de minister sterk aangedrongen op een gemeenschappelijke houding in zaken de contacten met vertegenwoordigers van de nieuwe Palestijnse instellingen. Op basis van een Benelux-voorstel werden volgende richtlijnen goedgekeurd. En dat zijn er drie. Ten eerste, politieke contacten met de Hamas-regering worden uitgesloten. Ten tweede, functionele contacten met de Palestijnse autoriteit op ambtelijk niveau zijn mogelijk, mits wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Ten eerste, de contacten moeten beperkt zijn tot het technische of administratieve niveau. En ten tweede, de contacten moeten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een EU-missie of een goedgekeurde EU-doelstelling, hulpprogramma's en dat voor de verlening van consulaire bijstand of in het kader van een vergadering van Euromet of andere fora waarvan de Palestijnse autoriteit lid is. En ten derde en tenslotte, parlementaire contacten met de Hamas verkozen, waar u naar verwijst, vormen de autonome beslissing van u, meneer Van Overmeer, en van andere collega's van de nationale of de multilaterale parlementen of van het Europees Parlement in kwestie, want in dat geval zal het betrokken land het visum afleveren. Tot daar het antwoord van de minister. Dank u, meneer de staatssecretaris. Meneer Van Overmeer, geen toegevoegde antwoord? Wel, dus ik heb dat laatste goed gehoord, dus wanneer die uitnodiging gebeurt door het parlement, zal het visum inderdaad worden afgeleverd. Dat is wat u gezegd heeft. Wel ja, dat is wat u gezegd heeft. Oké. Dank u wel. Dank u. Dan ik neem de vragen van mevrouw De Bethune. Er zijn drie vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de samenstelling van de Raad voor Mensenrechten van de Verenigde Naties. U heeft het woord, mevrouw De Bethune. Dank u, voorzitter, meneer de minister, collega's. In het kader van de hervormingen van de VN besloot men onder impuls van... U hebt het antwoord niet, collega. Aan De Gucht, minister De Gucht. Aan minister De Gucht. Over de VN-raad voor de mensenrechten. Familie officer, de tweede, en de selectiecommissie. U hebt het antwoord, of niet? Nee, vraag om uitleg. Oké. Dus in het kader van de hervorming van de VN besloot men onder impuls van secretaris-generaal Kofi Annan de VN-Mensenrechtencommissie te hervormen. De kritiek op de Mensenrechtencommissie was immers terecht. Geen werkbaar instrument zolang landen die gekenmerkt werden door mensenrechten schendingen zich in dit orgaan lieten verkiezen en elkaar het hand boven het hoofd hielden. Bovendien was deze ook organisatorisch te rigide, waardoor men minder snel kon inspelen op een plots verslechterde situatie in een bepaald land. De nieuwe Raad voor de Mensenrechten werd vorige week samengesteld door de Algemene Vergadering van de VN, die de 47 leden met een gewone meerderheid verkozen.
Dit was op zich reeds baanbrekend, aangezien tot op heden de commissie werd samengesteld door blokken van landen na onderlinge afspraken. Het uiteindelijke resultaat van de stemming is dan ook opmerkelijk. Een aantal landen die gekend zijn omwille van hun slechte reputatie in zaken mensenrechten, durfden hun kandidatuur niet te stellen of werden uiteindelijk niet verkozen door de leden van de AV. Toch zijn er een aantal omstreden landen erin geslaagd om zich te laten verkiezen in de Raad voor de Mensenrechten. En ik had graag van de minister vernomen wat de houding van ons land geweest is bij die samenstelling. Ten eerste, België heeft zich geen kandidaat gesteld. Om welke reden zijn we zelf geen kandidaat geweest? Zal ons land zich in de nabije toekomst wel kandidaat stellen, aangezien jaarlijks 1/3 van de leden vernieuwd moeten worden? Ten tweede, werden er binnen de EU afspraken gemaakt over de kandidatuurstelling van EU-landen voor de Raad van de Mensenrechten? Dat is misschien een uitleg voor de eerste vraag. En ten derde, zou ik willen weten wat de houding van België is geweest ten aanzien van de kandidatuur van Cuba als lid voor deze commissie, of ze onze steun hebben gehad, dan wel niet. Dank u, mevrouw de Bethune. Meneer Van Quickendoorn, u heeft het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de Bethune, excuses voor de vertraging van enkele seconden. Uw drie vragen verdienen natuurlijk drie duidelijke antwoorden. Op uw eerste vraag antwoordt de minister van Buitenlandse Zaken het volgende, dat ons land zich inderdaad geen kandidaat heeft gesteld voor de verkiezing van 9 mei jongstleden. Waarom was dat? Wel, in het overleg met onze Benelux-partners werd beslist om Nederland bij deze verkiezingen de eerste beurt te laten. België onderzoekt op dit ogenblik welk jaar na afloop van het Nederlandse lidmaatschap de beste kansen biedt voor het Belgische lidmaatschap. Ten tweede, met het oog op een verbetering van het lidmaatschap van de Raad, heeft de Europese Unie zich voorstander verklaard van een open verkiezing, waarbij de leden worden aangesteld op basis van hun respectieve verdiensten op het vlak van de mensenrechten. Daarom werden ook binnen de EU geen afspraken gemaakt over de kandidatuurstelling van EU-landen. En tenslotte, en ik hoop dat u dat niet zal verbazen, wij hebben de kandidatuur van Cuba uiteraard niet gesteund. Dank u, meneer de staatssecretaris. Mevrouw de Bethune, nee. We nemen de tweede vraag van mevrouw de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Family Officer. U heeft het woord, mevrouw de Bethune. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, sinds 16 juni 2005 vervult mevrouw Vrebos de functie van Family Officer uit binnen het departement, binnen de FOD Buitenlandse Zaken. Deze Family Officer is een vertrouwenspersoon die als brug dient tussen enerzijds de personeelsleden van de buitencarrière van de FOD Buitenlandse Zaken, hun partners en gezinsleden, en anderzijds het departement. Het behoort tot haar taak te luisteren naar de gezinsproblemen waarmee personeelsleden hun partners en gezinsleden geconfronteerd worden ten gevolge van het verblijf in het buitenland. Een van de taken van de Family Officer is het opmaken van een handboek met betrekking tot een familiebeleid en een jaarlijks activiteitenverslag. De Family Officer werkt onafhankelijk, maar steunt op de infrastructuur en de expertise van de stafdirectie, personeel en organisatie. Ik had wel bijna 1 jaar na de aanstelling van deze ambtenaar graag geweten ten eerste over welk budget deze Family Officer beschikt. Ten tweede, werd er reeds een handboek opgemaakt met bepalingen en maatregelen met betrekking tot het familiebeleid? Ten derde, is er een activiteitenverslag beschikbaar of kunnen we dat verwachten? En ten vierde, wat zijn de voornaamste bevindingen van de Family Officer, mogelijk de belangrijkste realisaties? Kijk uit naar uw antwoord. Dank u, mevrouw de Bethune. Meneer de staatssecretaris. Wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de Bethune, inderdaad, mevrouw Magda Vrebos is op 16 juni 2005 in dienst getreden als Family Officer na deelname aan selectieproef uitgeschreven ter invulling van deze nieuwe functie. Mevrouw Vrebos beschikt niet over een eigen begroting, haar werkingskosten en haar verplaatsingskosten worden gedragen door het departement. Dit was bijvoorbeeld het geval naar aanleiding van haar recente zending naar Wenen in het kader van een vergadering van UFASA. U bekend natuurlijk, het Europees Forum van de Vereniging van Partners van Diplomaten uit de EU-lidstaten, UFASA. In nauwe samenwerking met de personeelsdienst van de drie buitenlandse carrières en met de andere bevoegde diensten van het departement is de Family Officer de bevoorrechte contactpersoon voor personeelsleden van de buitencarrières en de familieleden op post en ook bij het hoofdbestuur. Zij neemt actief deel aan vergaderingen en contactdagen die voor de drie buitenlandse carrières worden georganiseerd. Ze wordt ook rechtstreeks benaderd en geraadpleegd door individuele personeelsleden en hun partners.
Op die manier kan zij een specifieke probleem met betrekking tot het gezin identificeren en kan zij hen begeleiden bij het zoeken naar oplossingen. Het opstellen van een vademecum over statutair en gematigde bepalingen zaken familiebeleid loopt momenteel vertraging op. Wegens de lopende hervorming van het statuut van buitenlandse loopbanen bij de FOT, een proces waaraan de family officer meewerkt. Er is momenteel geen activiteitenverslag beschikbaar. Ten gelegenheid van de diplomatieke dagen, dus die binnenkort komen, zal de family officer een evaluatie maken. De family officer is actief betrokken bij het dossier bilaterale overeenkomsten in zaken het uitoefenen van een beroepsactiviteit op post van gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel. Overeenkomsten tussen België en de US en tussen België en Nieuw-Zeeland, dat ligt allemaal zeer ver, werden al ondertekend. De onderhandelingen met Australië, Canada en Kroatië zijn begonnen. Tot daar het antwoord op uw vraag. Dank u, meneer de staatssecretaris. Mevrouw de Bittun. Ben ik dank de minister voor zijn antwoord. Het is een begin van beleid en ik kan u alleen aanmoedigen om deze ambtenaar te ondersteunen om een krachtig beleid uit te bouwen, want er is echt nood aan binnen onze diplomatie. Dank u. Ik neem nog een vraag van mevrouw de Bittun. Laatste vraag voor de stemmingen. En uw vraag is over de selectiecommissie bij het diplomatenexamen 2005. U heeft het woord, mevrouw de Bittun. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, collega's. Ik heb de voorbije weken veelvuldig de minister ondervraagd over de diplomatenexamen 2005. En het laatste antwoord van minister Dupont, in gevolge de selectieprocedure die door CELER wordt gehanteerd, is toch in die zin onrustwekkend dat de minister Dupont mij heeft uitgelegd, heeft verteld dat het diplomatenexamen binnenkort wordt afgerond, dat men nog enkel de proef moet afleggen van de andere landstaal, maar dat vandaag blijkt dat na de drie eerste selectieproeven, dus de vierde moet nog komen, dat het aantal vrouwen dat die examens geslaagd heeft beduidend laag ligt. Dus het slaagpercentage is zowel bij mannen als bij vrouwen lager dan voor de andere examens bij CELER in de loop van het jaar 2005. Het gemiddelde slaagpercentage schommelde daar rond de 35%. Maar voor het laatste diplomatieke examen is het slaagpercentage bij de mannelijke kandidaten 23% en bij de vrouwelijke kandidaten 6%. Op vandaag zouden er nog drie vrouwelijke kandidaten overschieten die na de vierde proef kunnen overstappen. Dus dit is in die zin verontrustend dat het totaal atypisch is en ons kan doen vrezen dat er een genderbias in het examen zit. Vandaar dat ik aan de minister heb gevraagd om een onderzoek te doen, wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar mogelijke bottlenecks in het examen, naar mogelijke onzichtbare genderdiscriminaties of onbewuste genderdiscriminaties in het examen, om naar de toekomst toe dergelijke problemen te voorkomen. Vandaag zou ik aan de minister willen vragen of hij mij kan informeren hoe de samenstelling was van de selectiecommissie en hoe het genderevenwicht was binnen de selectiecommissie, omdat dat ook een mogelijke factor is om de genderbias uit te leggen. Ik kijk uit naar uw antwoord. Dank u, mevrouw de Bittun. Meneer Van Quickenman. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter, mevrouw de Bittun. Wegens het grote aantal inschrijvingen werd ditmaal een voorselectie georganiseerd door CELOR middels een computergestuurde proef. De proef bestond uit een reeks meerkeuzevragen die werden opgesteld door een redactiecomité waarvan de leden werden aangeduid door de FOT Buitenlandse Zaken. Het comité was samengesteld uit 4 mannen, 2 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen. Het resultaatonderzoek van deze voorselectie werd bij CELOR door 2 personen gedaan. 1 vrouw en 1 man. Voor de verbetering van het schriftelijk gedeelte van de eigenlijke selectie werden voor wat de FOT Buitenlandse Zaken betreft de namen van 2 mannen, 1 per taalrol, voorgesteld. De 2 andere juryleden, 1 per taalrol, aangeduid door CELOR, waren tevens mannen. De leden van beide selectiecomité's of selectiecommissies van deze schriftelijke proeven hebben gewerkt zonder enig contact met de kandidaten, als ook zonder enige kennis van de identiteit van de kandidaten. De supervisie van de volledige selectieprocedure bij CELOR wordt uitgeoefend door 2 vrouwen. Tot daar het antwoord van de minister.
Dank u, meneer de staatssecretaris. Mevrouw de Bethune? Ik ben overtuigd dat er zeker geen bewuste discriminatie is gebeurd. Ik denk dat het wel pertinent is om te weten door welke groep van mensen de vragen zijn samengesteld. Dus als er een gender bias is, dan is het natuurlijk niet bij de correctie van de antwoorden, maar misschien bij de opstelling van het type vragen en de belangstellingssfeer waarbinnen die vragen zitten of het type vragen dat gesteld wordt. En in die zin is het wel verontrustend dat er een selectiecommissie is gemaakt die in het begin van de procedure enkel uit 4 mannen is samengesteld. Het is gewoon een feit waarvan ik akte neem. Ik doe daar geen verdere uitspraken over. Maar ik vraag met aandrang aan de minister van Buitenlandse Zaken om deze selectieprocedure aan te grijpen, om een onderzoek te laten doen naar de mogelijke drempels die in deze procedure zijn geweest. Ik blijf erbij dat het resultaat van de procedure atypisch is, niet normaal is. Vrouwen halen dezelfde academische resultaten als mannen. Ook in alle andere examens van Celer hebben ze hetzelfde slaagpercentage. En de resultaten die we bij het diplomatiek examen vaststellen zijn abnormaal. En er moet bij gevolg gezocht worden naar de oorzaak van deze resultaten. Dank u, mevrouw de Bethune. We zijn nu klaar voor de stemmingen. En we beginnen met punt 1, onze eerste stemming. Over het wet Antwerp tot wijziging van de wet van 1275. Betreffende het vervoer van gaasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Dus geen amendement, we stemmen over het geheel. Begin van de stemming, début du vote. Est-ce que tout le monde a voté? Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemming, fin du vote. 59 voor, geen tegen, geen uithouding. Aangenomen. Het ontwerp zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Nous prenons alors le projet de loi relatif au marché public et à certains marchés de travaux de fourniture et de services. Il y a donc sur ce projet un amendement, een amendement van de heer Steverling en Brodkorn. We stemmen eerst over het amendement. Begin van de stemming. Début du vote. On est prêt? Dat gaat niet. Ça veut dire quoi ça? La machine, un peu de patience, la machine est. Ouais. Il n'y avait pas. Comment c'est possible? On va voter par assis levé sur ces matières. Ça va bien. Non, par assis levé. Non, ça marchait. Ouais. Ok, ça va. Ok, voilà. Donc, je répète, nous votons sur le projet de loi relatif au marché public sur l'amendement Steverling-Brodkorn. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Est-ce que tout le monde a voté? Einde van de stemming. Fin du vote. 21 voor, 38 tegen, geen uithouding. Dus verworpen. Il n'y a donc pas d'amendement. Le Sénat adopte le projet. Ah, nous devons voter ça. We moeten stemmen over het geheel, sorry. Ok, we stemmen nu over het geheel. Nous votons sur l'ensemble. Début du vote. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemming. Fin du vote. 37 voor, geen tegen, 21 onthoudingen. Dus dat is aangenomen. Le Sénat a adopté le projet sans modification. Celui-ci sera transmis à la Chambre en vue de la sanction royale. Oui, madame Boirfin? Positif, hein? Parfait, ce sera fait. Nous sommes venus à l'Antwerp betreffende de Gunning, informatie aan kandidaten. Een inschrijvers- en wachttermijn inzage overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Hier hebben wij geen amendement, we stemmen over het geheel. Nous votons sur l'ensemble. Début du vote. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Est-ce que tout le monde a voté? Fin du vote. Einde van de stemming.
50 voor, geen tegen, 10 onthoudingen. Aangenomen. Het ontwerp zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Nous prenons alors le projet de loi portant assentiment à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Nous votons sur l'ensemble, il n'y a pas d'amendement. Début du vote, begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemming, fin du vote. 60 voor, geen tegen, geen onthouding. Aangenomen. Het ontwerp zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden. Et enfin, le projet de loi modifiant l'article 220 de la loi de 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ainsi que la loi de 2002 sur la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Pas d'amendement. Nous votons sur l'ensemble. We stemmen ook over het geheel. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Est-ce que tout le monde a voté? Einde van de stemming. 58 voor, geen tegen, 2 onthoudingen. Dan aangenomen. Het ontwerp zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Ceci termine notre séance de vote. Le programme pour la semaine prochaine. Une séance d'hommage. Nous allons dire non pas aux anciens, mais aux plus expérimentés d'entre nous. C'est mieux comme ça. L'après-midi, alors je vous lis quand même qui sont les plus expérimentés d'entre nous. Monsieur Roulans du Vivier, Meneer Covelliers, Monsieur Appart, Meneer Chevalier et Monsieur Moureau et moi-même. L'après-midi à 15h, nous aurons alors un certain nombre de votes, dont le vote sur l'exécution forcée des décisions judiciaires contenant des mesures relatives à la personne des enfants. Et l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés. Puis deux résolutions sur la circulation routière et sur, de façon générale, sur des règles de circulation routière. Voilà, nous voterons, nous essaierons de voter également à 17h. Voilà, merci chers collègues. Nous allons reprendre les demandes d'explication par une victime expiatoire qui est Madame de Béthune. Ik neem u vragen, ja? U bent een beetje slachtoffer, maar iemand moet beginnen. Hij zegt iemand moet beginnen. Dan, ik neem uw vraag, ja, aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de bijdrage ter financiering van het federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. U heeft het woord, mevrouw de Béthune. En ik weet dat u bent een beetje slachtoffer van... Dank u, voorzitter. In januari stelde ik de minister een vraag over de bijdrage ter financiering van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Vraag 3, 954. Ondertussen heeft de sector van de jeugdhuis nog maar eens een noodkreet geslagen, omdat de planlast en de kosten van allerlei vergunningen de leefbaarheid van jeugdhuizen in het gedrang brengt. Er werd mij echter ook een ander probleem gesignaleerd over de financiering van het agentschap, met name de forfaitaire bijdrage voor landbouwers. En dat is het voorwerp van mijn vraag vandaag. Hobbyboeren, die vaak slechts enkele dieren hebben, betalen evenveel als grotere industriële landbouwers, met name €187 per jaar. Hobbyboeren worden dus ook beschouwd als operatoren in de voedselketen en betalen een bijdrage los van het aantal dieren men in zijn bezit heeft en los van de aard van de activiteit. Opnieuw kunnen we de bijdrage dus voor deze categorie niet billijk noemen, want men houdt geen rekening met een aantal parameters. Men kan zich immers de vraag stellen in welke mate hobbyboeren een grote bedreiging vormen voor de voedselketen. En ze is al zeker niet sociaal, want forfaitair. Daarnaast moeten veehouders al een jaarlijkse bijdrage betalen aan het FAVV, voor begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en dierlijke producten. Een hobbyboer die bijvoorbeeld 3 runderen heeft, betaalt jaarlijks daarvoor €40. Dat maakt €227 per jaar als hobbyboer. Daarom had ik aan de minister willen vragen. 1. De minister gaf aan na 1 jaar de financiering van het agentschap te willen evalueren. Is mijn interpretatie correct dat een evaluatie dan pas zal plaatsvinden in 2007 en een aanpassing van de tarieven bij gevolg pas zal kunnen plaatsvinden vanaf 2008?
Ten tweede, is er ondertussen al overleg geweest met de jeugdsector? Zo ja, met welk resultaat? En ten derde, is de minister bereid om in samenspraak met de hobbyboeren rekening te houden met hun verzuchtingen om ook daar speciale tarieven te hanteren in zaken de FAVV-bijdrage? Ik dank u, mevrouw de Bethune. Meneer de staatssecretaris? U bent klaar om te antwoorden, dus een beetje rustiger. Dat is een beetje rustiger. De twee andere. Ja, mevrouw de voorzitter, collega, in verband met de hobbyboeren. Hè. Mevrouw de Bethune, de minister zegt u het volgende. Voor leren dieper in te gaan op uw vraag, lijkt het mij toch opportun om enkele toelichting te geven. Ik hoop inderdaad dat de heffing uit een vast forfait bestaat, ongeacht de grootte van de onderneming. KB van 2010 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 werd immers in nauw overleg met de sectoren opgemaakt. En het is enkel op de expliciete vraag van de landbouworganisatie zelf dat voor het algemeen forfait werd gekozen. Het KB bevat echter wel, en daar heeft u een punt, een uitzonderingsmaatregel voor de hobbyboeren. En stelt ze zelfs onder bepaalde voorwaarden vrij van de betaling van de heffing. Artikel 2, paragraaf 2 en artikel 5, tweede lid van het KB, stellen immers dat de operatoren in de sector van de primaire productie, die een activiteit niet uitoefenen ten titel van hoofd- of bijberoep, dus een hobbyboer, hè, en die maximaal, en nu komt het, 2 runderen, 3 varkens, 200 stukken pluimvee, 10 schapen, geiten, hertachtigen en andere kleine herkauwers, en 24 bijenkorven houden, niet onderworpen zijn aan de betaling van de heffing. Wordt een interessante controle natuurlijk, hè. Een bijenkorf. Er is eveneens een gelijkaardige uitzondering voorzien voor de hobbyboeren die hun activiteiten in de sector van de gewassen en planten uitoefenen. Helaas heb ik de cijfers niet bij van welke planten en welke gewassen dat precies moeten zijn. In uw inleiding stelt u ook dat de veehouders jaarlijks een bijdrage per dier moeten betalen aan het FAVV, voor het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren. Deze bijdragen worden inderdaad door het FAVV geïnd, maar dan wel voor rekening van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het geld zelf dient om bepaalde programma's in zaken dierziektebestrijding te financieren. De bijdragen zelf komen niet ten goede van het FAVV. Nu, wat uw vraag betreft, wil de minister u het volgende meegeven. Het FAVV heeft inderdaad beloofd om na het eerste jaar een evaluatie te maken van het volledig nieuwe financieringssysteem en om eventueel waar nodig het KB aan te passen. Aangezien volgens de plan de laatste facturen pas eind september 2006 zullen vertrekken, zal deze evaluatie rekening houden met de toegelaten betalingstermijn, maar ten vroegste een maand na deze datum kunnen beginnen. Aan de hand van de resultaten hiervan kunnen dan eventueel nog in overleg met de sectoren de nodige stappen worden ondernomen om noodzakelijke aanpassingen voor de volgende jaren door te voeren. In verband met de jeugdsector is er nog geen overleg geweest, maar de minister zegt dat zijn beleidsstaande voedselagentschap echter steeds bereid zijn om hen te woord te staan en met hen de zaak te bekijken indien ze dat wensen. En dan op uw derde vraag, of er bereid is om in samenspraak met de hobbyboeren speciale tarieven te hanteren. Maar goed, ja, ik denk dat dat duidelijk is. Hè. Er is nu al een uitzonderingsmaatregel en het KB gaat zelfs zover dat deze mensen volledig vrijgesteld zijn. Hè. Dus niet alleen een speciale tarief, maar gewoon een vrijstelling. Hè. Op voornatuur dat u houdt aan de genoemde maxima, 2 runderen, 3 varkens, 200 stukken pluimvee, etc. Alsjeblieft. Dank u. Meneer Van Quickenborn, mevrouw de Bethune. Ja, en ik geef toe dat in uw antwoord duidelijk beklemt dat er een uitzonderingsmaatregel bestaat. En dat is ook positief. En ik pleit ervoor, omdat bij de evaluatie van de maatregelen, wat die ook gepland zijn, dat men dan ook gaat kijken of de gehanteerde maxima enzovoort beantwoorden aan realistische gegevens. Ik spreek er mij vandaag niet over uit. Maar ik dring gewoon aan dat men dit zal meenemen in de evaluatie binnen een jaar. Dank u. Ik neem de vraag van mevrouw de Schamfelaar aan de minister van Landsverdediging en de secretaris voor het gezin en personen met een handicap over de plannen om een burgerdienst voor jongeren op te richten. U heeft het woord, mevrouw de Schamfelaar. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er circuleren inderdaad allerhande voorstellen over burgerdienst, al dan niet verplicht,
Ook een aantal excellenties uit de zetelende federale regering lanceren deze voorstellen. Daarom de heel concrete vraag, wat is daar nu van op aan? Wat is het beleid daarover? Wat zijn de concrete plannen? Voorstellen zijn in de pers gelanceerd om een collectieve burgerdienst voor jongeren in het leven te roepen. En de minister zou daarover de knoop doorgehakt hebben, dus op 12 mei. Tot op heden blijft echter de berichtgeving daarover erg vaag. Het gaat over onderhoud van graven of op oorlogsbegraafplaatsen of studies van bouwvakken bij de genietroepen. Dit alles om jongeren zeker civisme en tegelijk ook een toekomstperspectief te bieden. Graag het concrete antwoord op volgende vragen. Wat was de precieze beslissing van de ministerraad? Heeft de regering voor dit project de nodige fondsen voorzien? Hoeveel bedraagt de kost? Gaat het om een vrijwillige dienst? En kan deze dienst ook opgenomen worden in burgerdienst voor bijvoorbeeld bepaalde maatschappelijke organisaties of VZW's met maatschappelijke doelstellingen? Dank u, mevrouw de Schaffelaar. Meneer Van Quickenborgen. Dus u heeft geen antwoord van minister van Ontwikkelingssamenwerking? Nog niet? Wachten we ervoor of niet? Ja, ze komen, ze zijn onderweg. We zullen dan mevrouw Privan. Goed, mevrouw de voorzitter, uiteraard, mevrouw de Schampvelaren, u bent een groot voorstander blijkbaar van de burgerdienst, hè? Meer discipline. Wel, ik kan u tevreden stellen, want de ministerraad heeft inderdaad een principeakkoord toegestaan, maar ik weet dat u heel snel bent. Maar ja, als je op 12 mei dat principe beslist, dan is het nogal evident dat de uitvoeringsmodaliteiten nog niet zijn goedgekeurd. Hè? De uitvoering van het stelsel van vrijwillige dienst van collectief nut genereert geen budgettaire meerkost aan het budget van Defensie. Het betreft wel degelijk een vrijwillige dienst van collectief nut. Ze zal dus niet opgelegd worden. Artikel 2, paragraaf 2 van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut, bepaalt dat de koning bij besluit, vastgesteld aan overleg in de ministerraad, de vrijwillige dienst van collectief nut kan uitbreiden tot andere federale overheidsdiensten. Misschien bij de dienstvereenvoudiging. Voorts bepaalt artikel 3 van dezelfde wet dat de koning na voorafgaand... Of? Oh, er is al veel personeel daar, dat is het probleem niet hoor. Maar dan gaan we een andere keer, we moeten daar een keer vragen over stellen. Voorts bepaalt artikel 3 van dezelfde wet dat na voorafgaand akkoord van de bevoegde overheden en bij een besluit vastgesteld overleg in de ministerraad, de koning de vrijwillige dienst van collectief uit kan breiden tot administraties van de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten. Dus ik denk dat dat ongeveer het antwoord is op uw vraag. Hè. Ongeveer is het juiste woord. Hè. Dank u, meneer Van Quickenborn. Mevrouw Van Schaffelaar, heeft u een toegevoegde vraag? Nee. Oké. Ik neem de vraag van mevrouw Pellivan aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het stralingsgevaar van digitale draadloze telefoons. U heeft het woord, mevrouw Pellivan. Mevrouw de voorzitter, collega's, meneer de minister of meneer de staatssecretaris. Straling van gsm-masten en toestellen heeft een nefaste invloed op de volksgezondheid. En hierover is al reeds veel te doen geweest. Maar er is een ander gevaar dat een nog groter gezondheidsrisico inhoudt, met name digitale tech-toestellen zijnde draadloze telefoons. In Duitsland werden reeds door artsen en specialisten onderzoeken uitgevoerd, waarbij werd geconstateerd dat gepulseerde elektromagnetische straling, het soort straling dat bij DECT wordt gebruikt, hersenstromen kan wijzigen en dat de negatieve invloeden nog uren na het uitschakelen van de stralingsbron aanwezig blijven. Het digitale DECT-systeem zendt, net als gsm-masten, een ononderbroken straling in het huis uit, ook als er niet wordt gebeld. De straling van een DECT-toestel zou zelfs niet beperkt blijven tot de eigen woning, maar ook bij de buren, bijvoorbeeld in appartementsgebouwen, een invloed hebben. Dus er zijn niet enkele risico's voor de eigen gezondheid, maar ook die van de buren. De nefaste gevolgen van gepulste straling voor de volksgezondheid werden reeds in de praktijk vastgesteld. Bijvoorbeeld symptomen en ziekten bij kleine patiënten waarvan de ouders DECT-toestellen in huis hadden.
Er wordt dan ook geijverd tegen de gevolgen van de gepulste straling en onder andere een verbod op dektoestellen geëist. Deze bevindingen worden intussen ook bijgetreden door artsen uit andere landen zoals Nieuw-Zeeland. De sterke pulserende elektromagnetische stralingen kunnen vooral bij kinderen en gevoelige volwassenen zware slaapstoornissen, leerstoornissen, gedragsstoornissen, migraineaanvallen, depressiviteit en tal van andere symptomen veroorzaken. De jongste jaren werden ook clusters van ziekten in een dezelfde stralingsbelaste omgeving en een toename van de zware en chronische aandoeningen geconstateerd. Concreet vormt de straling een groot gevaar voor zwangere vrouwen, kinderen en tieners, bejaarden en zieke mensen. Er worden verschillende maatregelen geëist tegen de dektstraling, waaronder een onafhankelijke onderzoek, waarbij niet alleen experimenten in het lab worden uitgevoerd, maar ook rekening worden gehouden met de ervaring van de artsen op het terrein. Daarom had ik graag een antwoord op mijn volgende vragen, meneer de staatssecretaris. 1. Is deze kwestie ook reeds in België bekend? En zo ja, is men op de hoogte van de nefaste gevolgen van de dektstraling voor de volksgezondheid? Mijn tweede vraag. Werd er reeds een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke nefaste gevolgen van dektoestellen? 3. Welke andere maatregelen bent u van plan te nemen om de volksgezondheid te beschermen tegen een dergelijke schadelijke technologie? Dank u. Dank u, mevrouw Pelivan. Meneer Van Quickenborn. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Pelivan. Drie vragen heeft u gesteld aan de minister van Sociale Zaken en in deze de minister natuurlijk van Volksgezondheid. En hij geeft u het volgende antwoord. Dat onze overheid zich bewust is van de problematiek. Wij blijven daarom ook waakzaam en volgen nauwlettend de resultaten van alle relevante studies op. Volgens de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie lopen er momenteel tientallen specifieke onderzoeken met een beter opzet, zowel epidemiologisch als experimenteel. Men noemt dat de in vitro en provocatiestudies. Wat dat dan precies betekent, dat weet ik niet. Maar die hebben betrekking tot de verschillende vormen van mobiele telefonie. Er zijn ook enkele meetcampagnes aan de gang met als doel de blootstelling van het publiek aan de velden afkomstig van wat u heeft genoemd, de DECT, de LAN, WLAN. Ik denk dat er zoiets zelfs bestaat in de Senaat hier. Moet opletten wat we mee bezig zijn. Er is zo'n LAN-systeem in de Senaat. En Bluetooth, dat is het systeem waarmee u belt als je in de auto zit, te evalueren. Wij hopen na afloop van deze onderzoeken en de zorgvuldige analyse van de resultaten een betere kennis te hebben van de aangehaalde problematiek. En dan tenslotte, en dat zal u waarschijnlijk het meeste interesseren, indien de nefaste effecten van de radiogolf afkomstig van de DECT of dektoestellen gevonden worden, dan zal de overheid de nodige maatregelen treffen om de blootstelling op een of andere manier te verminderen tot een veilig niveau. Daarbij zullen wij ons steunen op relevante adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, en dat is, dat weet u, het wetenschappelijk adviesorgaan van de federale overheid. Tot daar het antwoord van de minister. Misschien dat u het antwoord nu doorbelt met uw gsm naar de zorg. Dank u, meneer Van Quickenborn. Ja, mevrouw Van Iver. Ik dank meneer de staatssecretaris voor zijn antwoord, voor het antwoord van de minister van Volksgezondheid. Dus ik neem aan dat ik u daar geen verder vraag kan over stellen, aangezien dat u al moeilijk had met het lezen van een aantal woorden. Maar goed, ik denk dat het wel. Ik heb zelf een aantal artikels daarover gelezen. Ik denk dat we wel moeten waakzaam blijven. Het gaat nu niet dat we. Dus van daaruit toch bedankt voor het antwoord. En ik zal het opvolgen. Dank u. Dank u, mevrouw Pelivan. Ik neem de vraag van meneer Steverling aan de minister van Mobiliteit over de betrouwbaarheid van de zogenaamde curvometer bij het meten van de maximumsnelheid van bromfietsen. U heeft het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, en de staatssecretaris, collega's. Op 5 januari 2004 velde de politierechter te Ypres een vonnis dat later besproken werd in de juristenkrant, waarbij een bromfietser werd vrijgesproken ondanks het feit dat de curvometer bij een controle van zijn bromfiets 70 km per uur aangaf.
De curvometer bleek wel degelijk geëikt, dus gold als wettelijk middel van het vaststellen van de snelheid, doch bij een aansluitende radarcontrole bleek de brommer slechts 47 per uur te rijden. Na herhaaldelijke aanpassingen is de overheid er nog steeds niet in geslaagd het toestel zo te construeren dat het gemeten resultaat betrouwbaar is. Steeds wordt er naar voren gebracht dat dit toestel geëikt is, en dit klopt inderdaad, maar de eiking slaat op de omtreksnelheid van de rollen in het toestel. En op deze meting zit inderdaad een te verwaarlozen verschil op van minder dan een halve kilometer per uur. Het probleem situeert zich echter met de simulatie tegenover rijden op de weg, en hier kan een verschil van meer dan 25 kilometer per uur optreden. Een bijkomend probleem bij het gebruik van de curvometer is dat sommige personen soms meerdere keren per week gecontroleerd worden met het nodige tijdsverlies tot gevolg. Sommigen worden soms 3 tot 4 maal gecontroleerd zonder overtreding en zouden dan plots om onverklaarbare redenen toch te snel rijden. En dit met als gevolg: het voertuig wordt 30 dagen opgelegd, een procesverbaal en zeer waarschijnlijk een veroordeling. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is dit toestel bovendien enkel bedoeld om de klasse van het voertuig te bepalen en niet voor het bepalen van de maximale snelheid. Nochtans wordt tijdens controles bijna altijd getracht de maximale snelheid van het voertuig te bepalen. Hierdoor kan dit bij sommige bromfietsen schade aan de motor tot gevolg hebben, en deze schade manifesteert zich vaak later, waardoor het oorzakelijk verband soms niet meer gelegd wordt. Ondanks de correcties die worden toegepast, blijkt dat vaak een te hoog en dus niet aanvaardbaar resultaat wordt vastgesteld. Zoals ik reeds zei, het gemeten resultaat kan soms meer dan 25 km per uur afwijken tegenover de realiteit op de weg. De rechtstreekse meting, flitsen dus, waar de gecontroleerde persoon bij twijfel recht op heeft, wordt bijna altijd geweigerd omdat dit praktisch te omslachtig is en te veel tijd in beslag neemt. Volgens de dienst meteorologie van het ministerie van Economische Zaken is het op deze wijze meten van de snelheid van een bromfiets te omslachtig voor de politie. Dit komt onder meer door het feit dat bromfietsen niet geheel uit metaal bestaan en dus te weinig reflecterend vermogen zouden hebben voor een basisradartest. Maar wat wel zeker is, is dat geen enkele richtlijn de rollentestbank ziet als een meetinstrument voor het meten van de maximumsnelheid. Ook voor het bepalen van de klasse is de rollentestbank trouwens niet betrouwbaar. Nu voorbeelden van zogenaamd geëikte toestellen hebben aangetoond dat er een verschil kan bestaan van 25 km per uur met een radarmeting. Het gebeurt bovendien ook vaak dat de politie zelf niet op de hoogte is van de mogelijkheid voor de bestuurder een radarmeting te laten uitvoeren. Dat deze problemen de sector en ook de bromfietsgebruiker in een slecht daglicht plaatsen is duidelijk. Volgende vragen daarom. 1. Erkent de minister de onzekerheid die bestaat omtrent het resultaat van een snelheidsmeting van bromfietsen op de rollentestbank? 2. Zo ja, acht de minister dergelijke rollentestbank nog aanvaardbaar als wettelijk meetinstrument? 3. Zo nee, heeft de minister alternatieven voor de rollentestbanken? En wat is ondertussen de waarde van het resultaat van bedoelde meting in een gerechtelijke procedure? En tenslotte, de klassieke flitscontrole is omwille van 2 redenen problematisch. Enerzijds is de bromfiets te weinig reflecterend voor de radar wegens te weinig metaal. En anderzijds blijft de bromfietser onbekend bij gebreken aan nummerplaat en dient steeds de achtervolging te worden ingezet. U weet dat dit zou kunnen verholpen worden door een verplichte nummerplaat voor bromfietsen. Is de minister bereid het Nederlands en Franse voorbeeld hierin te volgen? Dank u. Ik dank u, meneer Stevelink. Meneer de staatssecretaris, u heeft het woord. De 2 anderen? Ah ja, maar het is te laat. Ik denk dat mevrouw de Betuwe is weg. Oh, maar. In de parking? Ja, maar dat is voor de volgende keer. De volgende keer ga ik zeggen dat ik geen antwoord meer heb. Oké, mevrouw de voorzitter, meneer Stevelink. De meetinstrumenten in het verkeer zijn meestal geëikt. Het is nooit uitgesloten dat een machine kapot gaat, slecht onderhouden wordt, verkeerd geëikt wordt. Zelfs de Paarse regering kan dat niet uitsluiten natuurlijk. Iemand die weet dat zijn brommer wel in orde is, heeft gelijk hiertegen tot bij de politierechter te protesteren. Ik vond dezelfde politierechter op 5 januari 2006 een hypergoede reden had om het specifieke meetinstrument of het specifieke meten in vraag te stellen, zegt de minister. Het komt de feitenrechter toe het individueel voorgelegd geval te toetsen aan de van toepassing zijnde wetgeving, zoals het een goede jurist past. De dienst meteorologie van de FOD Economie levert reeds meerdere jaren voor bepaalde modellen van rollentestbanken een verkoopsvergunning af. En na het uitvoeren van proeven op elk toestel individueel levert die dienst een gebruiksvergunning af voor het betrokken toestel met een geldigheid van 2 jaar. De dienst maakt hiervoor toepassing van artikelen 2.4.1...
2.4.6 en 2.5.1, tweede streepje, van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997. Het koninklijk besluit dat gaat over de goedkeuring en de homologatie van de automatisch werkende toestellen. Het meeste resultaat opgeleverd door een dergelijk toestel heeft bewijskracht, zolang het tegendeel niet is bewezen, overeenkomstig artikel 62 van de Wegverkeerswet. Het meetresultaat met rollentestbanken, die niet over een gebruiksvergunning beschikken, heeft enkel de bewijskracht van inlichting. Het invoeren van een verplichte nummerplaat, zoals u heeft geïnsinueerd, mag ik het zo zeggen? Een wetsvoorstel. Ah, want nu wordt het interessant. Zal leiden tot veel administratieve overlast. Ah nee, zeker. Allee, al die mobiletjes, allemaal met een nummerplaat. Voor de vele correcte gebruikers. De vraag is dus of we de correcte burger moeten lastigvallen. En inderdaad, dat is altijd de essentie met die vergunningen. Om de minderheid die zich niet gedraagt, beter te kunnen opsporen. Op deze manier dreigen we deze die zich naar de wet gedraagt te belasten. Omwille van zij die de wet niet naleven. Ik heb het nooit leuk gevonden, zegt de minister, dat de ganse klas gestraft werd omwille van één deugd niet. Minister Landuit zegt dat. Natuurlijk goed dat men dat consequent doortrekt. Anderzijds is er in de buurlanden een tendens om de nummerplaat voor brommertjes in te voeren of te behouden. Voor zij die met het brommertje naar het buitenland willen, zouden we een vrijwillige inschrijving met nummerplaat moeten kunnen voorzien. Het dossier vergt dan ook een grondige voorbereiding vooral er eventueel kan worden overgaan tot implementatie, zegt minister Landuit. En ik ga daarmee akkoord. Dank u. Meneer Van Quickenborne. Dank u wel, meneer de staatssecretaris. Het is wel een beetje vreemd in de praktijk dat de eiking van die rollentestbanken toch in de praktijk wat moeilijk ligt, gezien er dergelijke afwijkingen bestaan tussen de rollentestbank enerzijds en dus de flitsing via radar anderzijds. Dat kan tot 25 kilometer oplopen. Dus er is toch wel een probleem met de toestellen die geëikt zijn. Het gaat hier over de omtreksnelheid die geëikt is, maar blijkbaar niet de snelheid. Nu, met betrekking tot de tweede reactie van de minister, met betrekking tot de nummerplaat, daar hebben we al een discussie kunnen voeren in de commissie daaromtrent. Wij weten dat minister Landuit wat dat betreft zich van zijn meest liberale kant laat zien en een groot voorstander is van de staatssecretaris ter zake. Weliswaar zijn de liberale collega's in onze commissie eerder voorstander en zullen trouwens de resolutie ook mede ondertekenen. Omdat het niet alleen gaat om op die manier de mensen te kunnen flitsen, maar uiteindelijk ook de identificatie van de bromfietsen te doen wanneer men vaststelt dat er heel wat overtredingen begaan worden door het feit dat ze zich laten opdrijven, de motoren van die bromfietsen veel lawaai hinder veroorzaken en overlast. Dus dat het in elk geval een middel is ter identificatie van. Dat is ook de reden waarom het in het buitenland bestaat. Maar dit is een verhaal dat zal vervolgd worden. Dank u, meneer Severin. Meneer de minister, niets meer. Een laatste vraag van meneer Vandenberg aan de minister van Mobiliteit over de verwarring die wordt veroorzaakt door de nieuwe verkeerswet. Dank u, mevrouw de voorzitter, meneer de staatssecretaris. Sedert 31 maart van dit jaar is lang verwachte herziening van de verkeerswet van kracht. Deze herziening diende ook een juridisch sluitende regeling in te voeren. Nou, de wet botste immers op een aantal arresten van het arbitragehof. Advocaten gespecialiseerd in het verkeersrecht stellen echter vast dat de nieuwe wet hiaten bevat die aanleiding geven tot tal van discussies tussen advocaten en de rechters. Een van de discussiepunten betreft de vraag of de nieuw geformuleerde straffen ook gelden voor overtredingen die voor 31 maart 2006 werden begaan, maar nu pas na 31 maart 2006 door de politierechtbanken worden behandeld. Bepaalde rechters zijn ervan overtuigd dat de vroegere wet, de oude wet, nog van toepassing is op de overtredingen die begaan werden onder het regime van de oude wet. Ze zouden daarbij verwijzen naar een artikel in de wettekst dat in die zin diende geïnterpreteerd te worden. Het probleem is, het betrokken artikel is niet verschenen in het Belgisch Staatsblad, beweren ze. Maar uit het feit dat een niet gepubliceerd artikel zich in de wet zou bevinden, zou men uit dit niet gepubliceerde artikel afleiden dat dit de bedoeling van de wetgever was.
In de praktijk betekent dit natuurlijk dat de ene rechter een oude overtreding zwaarder zal bestraffen dan de andere, afhankelijk van de wet waarop hij zich baseert. De herziene wet introduceert verder een rijverbod tijdens de weekends. Hierbij stelt zich de vraag hoe de betrokkenen zijn rijbewijs zal inleveren nu de griffies tijdens het weekend gesloten zijn. Graag had ik van de minister vernomen welk statuut hebben de overtredingen begaan voor 31 maart 2006 onder het regime van de oude wet, welke thans door de politierechtbanken worden beoordeeld. Worden zij bestraft op basis van de wettelijke bepalingen van toepassing sedert 31 maart 2006 of vallen ze onder de vorige strafbepalingen? En hoe wordt tijdens het weekend het rijverbod concreet in uitvoer gelegd? Dient de betrokkenen zijn rijbewijs in te leveren ter griffie? En wanneer de griffies gesloten zijn, hoe gaat dat dan? Dank u, meneer Van den Berg. Meneer de staatssecretaris. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer Van den Bergen, bedankt voor deze interessante vragen. En zeker de eerste vraag gaat over het juridische gevolg van het wijzigen van de strafwetgeving en de impact daarvan op de actualiteit en de toepassing van de wetgeving. Ik lees u het antwoord voor van minister Landuit, ook een jurist, dat weet u. Aangezien artikel 31 van de wijzigingswet van 20 juli 2005 niet in werking is getreden, geldt voor overtredingen begaan voor 31 maart 2006 de algemene regel van artikel 2, tweede lid van het strafwetboek. En dat artikel dat luidt als volgt, dat indien de straf ten tijde van het vonnis bepaald verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast. Ik heb dat bij u geleerd, u weet dat. Het was natuurlijk eenvoudiger geweest te bepalen, zegt de minister, dat met betrekking tot overtredingen van begaan voor 31 maart de oude wet van toepassing bleef, zoals oorspronkelijk was voorzien. Maar dit zou in strijd zijn geweest met artikel 15 van het verdrag van 19 december 1966 in zaken burgerrechten en politieke rechten. Dit verdrag, dat rechtstreekse werking heeft in onze interne rechtsorde, bevat niet alleen een verbod op retroactieve toepassing van zwaardere straffen, maar bevat ook de verplichting om steeds de lichtere straf toe te passen, ook al bestond die nog niet op het moment van de overtreding. Alle politierechters uit het arrondissement Brugge bijvoorbeeld, minister Landuit, passen artikel 2 van hetzelfde boek in verkeerszaken consequent toe en onder hen bestaat daaromtrent geen discussie. Hij, minister, zegt dat hij nog geen signalen heeft ontvangen dat het in andere arrondissementen anders zou zijn. Dan uw tweede vraag, in verband met het afleveren van het rijbewijs op de griffie, ontvangt de betrokkenen een attest waarmee op de gemeente een rijbewijs kan bekomen dat enkel geldig is buiten het weekend en buiten de feestdagen. Hij verwees daarvoor naar het koninklijk besluit van 23 maart 1998, zoals het gewijzigd is bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006. Op die manier kan men dus wel degelijk controleren of persoon in staat is de wagen inderdaad te besturen. Alsjeblieft. Dank u, meneer Van Quickenborn. Meneer Van Berg. Ouais. Dank u, collega's. Onze vergadering is beëindigd.